Welkom, beste luisteraars, bij alweer een, uh, een aflevering van, van 2 naar 1. Uh, met Vincent Vaas en ikzelf. Welkom, Vincent. Hallo, hallo, hallo. Uh, we zijn vandaag verzameld op, uh, op 18 oktober 2022. Gelukkig verjaardag, Christophe, trouwens, hè, als Christophe als zou luisteren. Uh, om een ander podcast te bespreken. Uh, dat, dat, dat is redelijk een meta, zoals men zegt. Uh, mm -hmm. Redelijk. Uh, <laughs> Een beetje high level, I guess. Awesome. Um, en vandaag bespreken we... Allez, zouden we graag de eerste drie afleveringen bespreken van het inzicht van uh, Joël de Keulaar. Ik denk dat Joël zegt. Ik denk het ook, ja. Joël klinkt niet slecht per se, nee. maar Joël dan. Maar vanaf dat we op het Juul-terrein komen, dan moeten we wel eens nadenken. Nee, Joel nee. is, is niet juist. Ja. Dat klopt niet. Uh, ja, eh... Uh, we zullen je misschien even beschrijven waar, waar het over gaat, de podcast. Uh, zijn podcast dan, want dit gaat moeilijk worden. <laughs> uh, <laughs> de andere podcast. Um, dus het, het inzicht is eigenlijk een podcast waarbij Joël de Keulaar uh, slimme mensen, zegt hem zelf, uitnodigt om um, een, een cruciaal inzicht te geven dat ze hebben geleerd in hun vele jaren studies en, en, en gewoon levenservaringen ook waarschijnlijk. Mm -hmm. um, een cruciaal inzicht, dat, dat hebben we geleerd. Uh, en en, en zo, zo zijn er wel Er zijn nu al. hoeveel afleveringen? Hoeveel ik gok toch wel een achttal of zo, of dus negen ik Acht, zo, acht, acht zijn, zeven, nee. Ik, 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 er is vandaag nog een bijgekomen, dus het is dus, 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 uh, dus zeker uh, vaak genoeg. Ik denk wekelijks zelfs. Mm -hmm. En um, ja, ik denk dat we, dat we misschien best gewoon eens. Uh, een voor één de, de afleveringen bespreken. Dan. Ja, absoluut. En dan kunnen we desnoods, als er achteraf nog iets gezegd in te worden over Joël zelf of de podcast in het algemeen of zo, kunnen we daar achteraf nog naar terugcirkelen. Hè? Ja, klopt. Perfect, perfect. Laten we beginnen. Dan. <laughs> ja, absoluut. Uh, wat ga je de eerste doen? Ik, ik, ja, perfect, perfect. Ik zal uh, de inleiding doen en als ik er een, een vraagje kan tussenwerpen naar jou, dan zal ik dat zeker doen. Oké, okay, perfect. Aflevering 1 was met Tineke Beekman. Dat is een vrouw die ik zelf niet kende. Maar zij is eigenlijk... Ken je kent Tineke niet? Nee, nee, sorry, ik ken Tineke niet. Die <laughs> ja, van het hoekje. Uh... Ah, Tineke van achter het hoekje, van de kapper van moeken. Nee, sorry, ik nee. kende ze niet. Ik ook niet. Sorry. Een filosoof. Uh, gestudeerd aan de Universiteit van Brussel. Heeft ja. daar nu zelf ook les, als ik me niet vergis. En de titel van haar aflevering, ik weet niet in hoeverre dat de gast die titel bepaalt, of de, de Joël zelf, de Jokke. Maar mm -hmm. de titel was, dat je alles kan worden wat je wil, is helemaal niet waar. Ja. Tinneken is filosoof, columnist, auteur van verschillende boeken. En ze heeft veel, 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 veel onderzoek gedaan en ook geschreven over de 17e eeuwse Nederlandse filosoof Spinoza. En in haar aflevering van de podcast, in haar gesprek dat ze daar komt, komt ze ons wel meer bijleren over het verschil tussen macht en kracht. Als twee onderscheiden concepten. En hoe we ons niet mogen laten leiden door sentimenten als angst en hebzucht. Er staat er eigenlijk op dat je jezelf moet, moet leren kennen. Zodat je dan kunt kiezen om te gaan voor de dingen die je echt gelukkig maken. En dat is zo'n beetje een, een algemeen vogelvlucht overzicht van waar dat heel haar aflevering zo wat over gaat. Ja. Ja. Um, ja. Ja, dat is mooi gezegd. Ja, mooi gezegd. dank u, dank u. Het hoofdthema dat er dus wel in zit is, dus die Baruch. Dat is zijn voornaam, blijkbaar. Spinoza. Ah, uh, oh, een... sorry? Ja, baruch. 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 Ah, die, die kwam van de van die Joodse gemeenschap wel, ja. Toch? Ja, okay. uh, woonde in Amsterdam. Joodse gemeenschap en ook Portugese roots. Jesus. Ja, mister worldwide. <laughs> <laughs> een figuur die belangrijk was aan het begin van de verlichting uit heel veel kritiek op de Bijbel, op de Hebreeuwse Bijbel, en dit tot zo'n controversieel toppunt eigenlijk, dat hij door de Joodse gemeenschap en zelfs zijn eigen gezin buitengesloten is uiteindelijk. Ja, er, er was ook iets, hij werd verteld in de podcast, dat, dat er ook publicaties waren die hem, die hem gewoon niet kon maken. Mm -hmm, uh, mm -hmm. Als hij die had uh, durven publiceren, ja, misschien, misschien was hem zelfs sneller gestorven dan hij nu is. Dat is toch wel gek als je daarover nadenkt, vind ik, ten eerste al, dat... Dat, allez, je hoort dat vaak genoeg. Als je vroeger in, in het middelbare geschiedenis studeerde over mensen dat er eigenlijk vermoord zijn en nu nog steeds vermoord worden voor, voor godsdienst, eigenlijk, voor een geloof. Mm -hmm. Als je dan zo'n dingen hoort, ja, dat is schrijnend eigenlijk. Hè. Mm -hmm. Absoluut. Het komt denk ik echt wel vaak voor binnen de branche van de filosofie ook. Hè? Want ik herinner me in onze filosofielessen hier aan. de KU leuven dat er ook over Descartes werd verteld, dat hij eigenlijk ook bepaalde boeken. Als ik me niet vergis, een tijd niet heeft uitgegeven, omdat er tijdsgenoten van hem echt wel veroordeeld werden en zo voor hun publicaties. Ja, dat gebeurt heel vaak. Ja. ja, dat is ook langs ik dat wel logisch ik guess, dat dat bij filosofen vooral is, omdat die vaak net met zo'n ideeën aankomen die dat alles in twijfel trekken. En ja. ja, ja, akkoord. En dat hebben mensen um... niet graag natuurlijk. Alleen mensen van de kerk hebben dat niet graag, ergens. Nee, ik, ik heb het gevoel dat dat vandaag de dag al wel meer geaccepteerd is. Dat je, als je een mening geeft, dat je niet wordt, hier in, in het Westen toch niet, dat je niet wordt geëxecuteerd omdat om je, je iets gelooft. Ook al is het zo, zo gek als dat de aarde plat is. Mm -hmm. True. <laughs> dat, is, dat is gek, hè? Dat, allee, dat, hè? dat is raar, hè? Ja, de, ja. de aarde die plat is, dat, dat, dat geloven wij niet. Nee, dat geloven wij niet. Nee. Nee, dat is echt voor idioot. Die, als je dat gelooft, dan mij. Ziet je mij naar uw Stef? Want alleen, We zitten dan wel een paar kilometer van elkaar, maar je kunt gewoon rechtdoor kijken, toch? In ieder geval. Ah, ja, just, just. <laughs> uh, wat ik ook interessant vond over Spinoza zelf nog, is dan dat hij op 44-jarige leeftijd gestorven is door uh, longaandoeningen. En Damn, vermoedelijk werden die erger gemaakt of verergerd door zijn beroep. Want blijkbaar was hij dus zo lenzenmaker lenzenmaker voor, voor glazen? Allee, dus voor... Ja, ja, voor brillen en zo, denk ik. Ja. En ik denk ook zelfs voor zo telescopen en microscopen, dat soort dingen. Lenzenmaker. En ze gaan er dus vanuit dat hij tijdens die job heel wat kleine glasdeeltjes heeft ingearmd, totdat zijn longen eigenlijk echt gewoon naar de vaantjes heeft geholpen. Dat is gek. Ja, is, ik... dat iets, is dat iets dat je in is dat een vakgebied, of is dat iets dat je zo in een fabriek doet, of is dat, is dat zoiets als een schoenenmaker? Hmm. Ik weet niet, is het iets als een schoenenmaker of is het meer zoiets als iemand die met zo'n juwelen bezig is en diamanten slijpt en zo? Oh, ja, een schoenenmaker of zo, diamanten slijpen. Ik, ik zie dat als hetzelfde, omdat dat zo'n stiel is. Ah, ja, zo'n zo okay. vakgebied. Ik dat bedoel, macht. niet dat het in de fabriek stond. of Alleen fabriek, ja, 15e eeuw, niet e fabriek, eigenlijk. Nee, ik zou inderdaad wel gokken dat dat eerder zo'n een, een kleine, een kleine ruimte, een kleine ja. praktijk, een kleine workshop is. Maar ik vond dat wel interessant, omdat ik soms mezelf zo wel betrap dat ik vergeet dat zo van die. Bekende mensen met grote ideeën en zo, maar het verleden ze ook wel gewoon mensen waren. Ja, ja. ja die je gaan hier gewoon werken, werken hè. Ja. Echt wel straight Pas up nine op op. to 5. De meeste... Ja, de meeste, dat is misschien een, een, een gewaarde uitspraak, maar als je zo... Uh, documenten van, van vroeger binnenkrijgt hier, mm -hmm. en dat, dat gaat, dit gaat verder op de volgende podcast die we gaan luisteren ook, ook over documenten en hoe, hoeveel, dat ga, over waar gaan mag toekennen en zo, maar mm -hmm. de, de meeste mensen die tijd hebben... En, en documenten en, en, en geschriften kunnen maken in het verleden, dat zijn geen arme mensen. Mm, mm -hmm. je, je moet ten eerste niet geen analfabet zijn. En in, in, Nu is dat redelijk vanzelfsprekend, maar vroeger was dat helemaal niet zo vanzelfsprekend. En dan het feit dat, dat je iets moet ja, iets publiceren, dat, dat is niet, zeker niet voor iedereen weggelegd. Dat uh. nee, ze is ze zeker niet Een heel goed punt. Dus uiteindelijk zijn het misschien toch niet altijd de, de meest normaalste mensen die echt met de grote ideeën aankomen. Ik ik, ik denk dat dat, ja, dat, dat nogal skewed is. Dat dat nogal redelijk ja. vaak uh, redelijk uh, rijke mensen zijn. Maar, dus ja. Ik weet ook niet hoeveel dat verdient, dus we zo lenzen maken. Uh. <laughs> nee, ik ben ook geen expert <laughs> op dat veld, nee. Ja, zijn extra legale voordelen. Hoe zijn die uh, <laughs> ja, maatheidschecks? <laughs> <laughs> oh. Ik hoop het wel. Maar... Ja, ja, ik hoop het ook voor Baruch. Dat hij ik had. Om weet ik veel wat te kopen in Amsterdam in de 17e eeuw. Hadden ze toen ook al zo'n kroketten in de muur steken? Of... <laughs> ik denk het niet, waarschijnlijk. Uh, ik denk het niet. Kom, we gaan naar de vleesmuur. <laughs> Weer geen nacht die vleesmuren. Dat, gewoon... <laughs> Dat is gewoon Duits. Dat is niet oud-Nederlands. My bad. Oké. Okay. Uh, om, om terug een beetje uit te zoomen vanuit Spinoza en terug naar de, de vrouw zelf te komen, naar Tinneke vond ik het wel cool dat zij zo al tien jaar vrije denker is. Ja, ja. ze is zo um, niet verbonden aan een onderwijsinstelling, niet professor, niet dit, niet dat. Ze, ze doet eigenlijk gewoon een beetje wat ze wil. Ja, dat klopt. Dat, is, dat lijkt me heel vrij in wat je doet. Mm -hmm. Misschien ook wel stresserend voor sommige mensen. Ik zou bijvoorbeeld. Ja, zelfstandige zijn, dat is altijd. Allee, of ja, van denken, ik guess. Dat is altijd heel veel druk dat je op jezelf legt. Hè? Of ja, misschien dat je, dat je beter niet op jezelf legt, maar toch dat je dat er is. Hè? Mm -hmm. Absoluut. Want als, als je als je, als je werk niet gedaan krijgt, dat, ja. Als je een gewone werknemer bent, als je een maandje minder hebt, allee, je werk kunt doen of zo, dan krijg je steeds je loon. Maar als, 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 als zelfstandige, dan is altijd. Maar oké, okay, ik zal. <laughs> Niet te, velen, niet te ver op uitwerken. Ja, nee, nee, maar het klopt. Joh. <laughs> op haar, haar fiscaal statuut. <laughs> Hoeveel na check <-tik> zou die krijgen? <laughs> ik vond het wel interessant dat ze... Want tegenwoordig zeggen veel mensen van... Ja, je kunt gewoon worden wat je wilt. Je moet gewoon er heel veel tijd in steken. En dingen zoals... Um, ik had, ik had die over het laatste boek. Um, ik weet niet meer. Heet. Dat heet Mastery. Dat gaat over het feit dat je 10.000 uur nodig hebt om, iets, om ergens heel goed in te zijn. En dat mm -hmm. je dan... Dat dat niet helemaal klopt dat je Mm -hmm. um, ja, en dat, dat vind ik toch wel krachtig eigenlijk, hè, als je ervan nadenkt. Ja, inderdaad. Um, het, is ook, ik, het is ook zo al heel lang, in het debat heb ik de indruk van, zijn er nu bepaalde dingen wat dat je echt gewoon voor geboren moet zijn, of kun je alles uiteindelijk leren? Hè? Ja, ja. En ja, ik, ik, ik ga toch ook wel een beetje akkoord met haar ding, denk ik, dat je beter met haar idee dat je beter zelf eens nadenkt van waar ben ik gewoon en waar haal ik kracht uit, waar kan ik mijn potentieel in ontwikkelen en daar dan op verder gaan. Ja. Ik, ja. ik vind het vooral, het is ook wel een beetje een, 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 een duister ding als je erover nadenkt. Want wat als je iemand bent die, die geen passie vindt. Mm -hmm. Ik hoor het vaak van mensen in depressie dat die geen, die geen passie hebben, die hebben alle die... Die hebben niet echt een lust. Hoe, hoe verklaart Spinoza zo'n dingen, bijvoorbeeld? Of hoe verklaart zij zo'n dingen? Uh, ik bedoel, mean, vanuit een puur Spinozistisch standpunt zou ik misschien dan durven zoeken, in dat die mensen misschien, want vaak mensen die tegenwoordig depressief zijn, wordt ook vaak in... Fucking verband gebracht met burnout en zo, is op het werk, dat zijn misschien net de mensen die zoveel met potestas bezig zijn, zoveel van hun, van hun kracht mm -hmm. en macht hebben afgegeven aan anderen, dat ze geen tijd meer hebben om aan hun eigen potentieel te werken, misschien. Mm -hmm. Ja. Maar voor sommige mensen lijkt dat ook wel de realiteit gewoon, toch? Mm -hmm. Mm -hmm. Mensen die niet... Want in de podcast werd ook gesproken over mensen die, die, die bijvoorbeeld op het einde van de maand niet rondgeraken. Hij uh, wordt dan de vraag gesteld... Uh, wat, ja, veel mensen zouden tegen u zeggen... Dat is niet een vraag, ik is. Van, uh, dat je, dat je heel, heel veel privilege hebt, een geprivilegeerde positie, of hoe dat ze het ook zeggen. Um, en wou, wou, allee, ze, ze kan nog niet het antwoord op bieden, heb ik het gevoel. Ze zegt mm -hmm. gewoon, ja, zo mensen die de, de maand niet rondkomen, die, die, zijn meer, uh, die zijn meer geneigd om, om zich in die uh, potestas uh, te verwikkelen en, mm -hmm. en daar in te versukkelen zo. Maar ja. dat, dat is geen allee, dat is nog steeds. Als je, als je de kansen niet krijgt, als, want hij heeft nu wel geluk gehad, ze dus is, is intelligent, duidelijk. Mm -hmm. um, ze is heel succesvol als, als schrijver en als, als, als intellectueel. Mm -hmm. en, en ze kan daardoor haar rekeningen betalen. Maar wat zegt tegen mensen die hun rekeningen niet kunnen betalen? En, en die elke dag we zijn alleenstaande moeders van, van drie kinderen die ja, wanneer, wanneer, op welke plaats komt hun potentie mm -hmm. je, moet, je moet ook de maand rondgeraken. Absoluut. Zeggen. Ik hoor, ik hoor ook zo'n beetje in uw, in uw gedachtegoed hier, in uw uiteenzetting, hoor ik ook zo'n beetje de, de, de piramide van Maslow terugkomen, zo. Van behoeften. Mm -hmm. ja, dat je zo onderaan zo fysieke veiligheid en sociale veiligheid daaronder hebt, en pas helemaal bovenaan zo zelfvertrouwen en zelfverwezenlijking. Ja, zelfverwezenlijking, zo ja, zelfverwezenlijking inderdaad. Ja, ja. Dus ja, het is wel zo. Ik denk inderdaad dat er sommige mensen gewoon ja, nu eenmaal niet aan hetgeen komen, wat zij proberen te verkondigen, wat zogezegd zo'n grote deugd zou zijn. En dat is jammer, maar dat hoort wel eens een beetje bij het leven. Ja, true. En dan hoop je dat die mensen ooit wel op dat moment komen, dit kunnen verwezenlijken, maar... Sowieso. Dus er zullen genoeg mensen zijn die dat nooit kunnen, hè? En Absoluut. Dat, dat, dat is... ik, ik geef ook niet de dat, dat schuld daarvan, hè. Dat zal de schuld zijn van het, van het systeem, of hoe dat dan aan elkaar zit. Ja, absoluut. Dat is altijd uh, of, een heel complexe interactie, natuurlijk. Een heel complexe interactie, inderdaad. Maar ik vond het, ik vond het gewoon uh, interessant om eens over na te denken, want... Uh... Ja, absoluut. Ik ben, ik ben normaal iemand die dat helemaal geen interesse heeft in politiek en politieke structuren. Mm -hmm. Maar ik vond hun idee, origineel van Spinoza dan, en nu ook wel bekrachtigd door Tineke ook wel, dat zo de democratie de beste vorm is, mm -hmm. omdat je dan de potestas legt bij mensen die dat je zelf kiest en waar je zo gezegd, een beetje vertrouwen in hebt. Mm -hmm. Dat vond ik wel interessant en dat, dat, ja, dat, dat sloeg ook zo op iets in mijn hoofd. Dat sloot wel aan bij zo van: ah ja, oké, okay, dus daarom is het eigenlijk wel echt belangrijk om democratie te hebben. Ze verbinden dat, is, dat verbindt ja. dan ook met dat wij als mens zo puur sociale dieren zijn, dus dat wij altijd wel een deel van onze kracht moeten afgeven aan anderen en dat je dat dan best doet aan mensen waar dat je ja, je kracht aan wilt afgeven. Zo. Ja, dus dat. Uh, kwam net binnen met Vincent, dus. Uh, uh... die sowieso niet loyal. Dus als het uh, een beetje vreemd klinkt aan jullie kant, uh, onze excuses. Uh, stuur maar een bericht naar Charlotte. Ja, inderdaad. Uh, Charlotte. Nee, 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 we gaan, we gaan, we gaan die e-mailadres, sorry. Toxic, hoor. Nee, 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 dat gaan we niet doen. Maar het was wel, ja. Ja, een beetje onbeleefd. Allee, ik had er wel gewijs. Ja, we zullen gewoon verder. Ja, oké, okay, goed, is goed. Dus um, ik was volgens mij bezig over dat democratiegedoe. En wat er in de derde podcast. Aan, aan bod gaat komen over sociale mensen. Ja. ja. Dat mensen uh, koloniedieren zijn. Uh. Ja. Oké, okay, maar. Ik ga wel akkoord met als ze zegt, dat je de, 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 de potentas, potestas bij de juiste mensen legt. De mm -hmm. mensen die je kiest. En dat je daardoor je uh, potentia kunt uh, verwezenlijken. Ja. Um, ja, ik, ik... Ik vond vooral... Um, zijn, toch, ik heb toch een paar vraag, vraagtekens uh, erbij moeten zetten. Ik, voor mij was het niet altijd duidelijk hoe, hoe dat gedachtegoed zich in, in vandaag, uh, in deze wereld zo... Zou verder zetten. Uh -huh. um, oh, oh, ik ben natuurlijk volledig uitgehoord met haar inzicht. Uh, dat je niet altijd kunt worden wat je wilt. Uh -huh. um, ik had zo een vraag bij die passies en blijde passies. Uh -huh. um, weet, jij, weet jij daar meer over? Ik, 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 uh, ik zal gewoon een vraag stellen. Ik dan, dan... ik het als basisprincipe heb onthouden is Dat ja, blije passies in het algemeen uw potentia in de hand werken en droeve passies uw potentia beperken. Oké. Okay. En... en droeve passies zijn dingen zoals uh, hebzucht en zo. Ja. Ja, uh, want daar heb ik dus ook wel een vraagteken bij geschreven, omdat die lijst inderdaad hebzucht, sample, schuld, haat, wraak, allemaal akkoord, maar dan zit er daar ook ambitie bij. Ja. Ze kan zich misschien versproken hebben, dat gebeurt sowieso, hè? Het zou kunnen, ja, inderdaad. Ehm. Um... Misschien, ja, misschien bedoelt ze ambities die niet helemaal... Maar ja, ik, het was mij ook opgevallen. Dus, maar, um, ja, ik, ik vind het een beetje moeilijk voor mensen... Er zijn sowieso mensen die, 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 geen, die niet echt een passie hebben of zo denk ik. In mijn mm -hmm. hoofd. Mm -hmm. uh, want als ik, als ik denk aan mezelf, kan ik nu niet echt iets vinden waar ik van... Dat, dat is nu een passie. Okay, dat is nu echt okay. iets waar, waar ik wakker van word in de ochtend. Zo, allee, dat, niet dat ik ongelukkig ben, hè, dat absoluut niet of zo. Mm -hmm. Maar dat is niet iets dat mij, zo, dat iets in mij per se drijft. Ja. Betekent dat dan dat ik volgens die theorie ongelukkig zou zijn? Of, of... Snap je wat ik bedoel? Ik denk wel dat ik snap wat je bedoelt. Ja, het klinkt in mijn oor alsof je zo'n beetje meer in die routine aan het leven bent. En dat je niet zoiets hebt waarvan jij nu bent van hier haal ik nu mijn potentie uit en steek ik hem terug in. Alleen er is niet zoiets zo wauw van oké, okay, daar ga ik nu elke dag 100% voor. Nee, voilà. En ik denk niet dat je daar alleen in bent of zo. Dus. Wat, ja? Ik denk dat ook niet. Um, ik denk ook zeker niet dat je daar alleen in bent, maar ik denk niet dat dat per se moet betekenen dat je ongelukkig hoeft te zijn. Oké. Okay. Ik veronderstel dat daar ook wel wat schommelingen in kunnen zitten, in, in hoeverre dat je op een bepaald moment aan het focussen bent op je potentia, of toch meer beroep aan het doen bent op de kracht af te geven aan anderen, en daarmee die potestas. En ik denk dat met een opleiding bezig zijn aan de universiteit, sowieso wel meer binnen dat tweede veld. Want je wordt ook van alles opgelegd. Je krijgt van alle taken, je moet aan je thesis werken, je moet dit, je moet dat. Mm -hmm. En dan komt je volgens mij meer en meer in zo'n... Ja, meer van die sleurtoestanden terecht. Zo van, oké, okay, opstaan, naar de les gaan... Studeren, terug gaan slapen en dan heb je volgens mij gewoon minder tijd ook om toch verder nog die passies te zoeken of die passies te ontwikkelen. Dus misschien bedoelen ze gewoon dat het niet langdurig houdbaar is ofzo, of zo? Ja, ja. Dat kan Als je bent van dit moet ik de rest van mijn leven doen, dan, dan zou je ongelukkig worden of, of Ja, ja. Ik denk het. Als je nooit in je leven je potentie vindt of kunt ontwikkelen, ik denk dat je dan in de problemen komt te zitten. Oké. Okay. Dat is wel gek. Uh, allee. Hoe groot is de kans dat iedereen zijn potentie Allee, ontdekt? bij wijze van spreken. Niet groot, maar ik denk eerlijk gezegd ook niet dat er enorm veel mensen zouden antwoorden op de vraag: Bent je gelukkig? Ik denk niet dat iedereen, Heel er veel mensen ja zouden antwoorden, eigenlijk. Heel true. Heb jij iets waar je allemaal zegt? Dit is echt mijn, mijn, poten, mijn, mijn passie, mijn potentie? Mm, de laatste tijd, en dat klinkt misschien cringe of zo, maar vind ik het wel. Ga ik echt met zoveel plezier en energie altijd bowlen, gewoon? En ik vind het echt leuk om daar vooruit, vooruitgang in te boeken. Okay. Maar ik denk meer in het algemeen, want dat is meer iets tijdelijk, maar meer in het algemeen overkoepelend, wat dan nu toch al een drietal jaar aan de gang is, bijna vier misschien, denk ik. Zelfs is toch dit YouTube-kanaal wel zo, denk ik. En, en alles wat mm -hmm. daarmee. Aan bod komt Allee, Ik word zo het opnemen, het editen, het uploaden. Ik word daar nooit bij, omdat ik altijd het idee heb van ik ben iets aan het bijdragen aan anderen hun leven en ik ben mezelf als persoon aan het ontwikkelen. Dus ik denk dat ik daar wel echt zo mijn potentieel in kan vinden eigenlijk. Ja. Dat is tof, dat is goed om te houden. Het heb jij de indruk <coughs> dat je vroeger wel iets hebt gehad waarvan dat je dacht van hier wil ik nu elke dag voor wakker worden, behalve om, om misschien league te spelen of. <laughs> ja, nee, niet, niet per se eigenlijk. Allee, dat je dat, dat misschien zo een beetje. Ja. Dat, zijn, dat zijn dingen die ik graag doe, absoluut. Hè. Uh, naar de fitness gaan, gaan squashen, met, met mensen afspreken, ik doe dat allemaal graag. Hè, maar dat, ja, dat, dat zijn niet dingen die je kunt kwalificeren als passies, toch? Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, dat is um, een passie. Oh, nee, ik weet het niet echt. Damn. <laughs> Damn, that's real fan. Dit <laughs> shit just uh, took a turn for the worse. <laughs> nee, ja, ik, ik zal wel iets vinden zeker. Of, ja, ik, ik ben ook wel iemand die zich probeert te verdiepen in veel dingen. Zo. Ik probeer heel veel dingen uit, I guess. Mm -hmm, mm -hmm. En, en als ik dan ik zal wel iets vinden dat ik dan zou willen blijven doen, of misschien is dat mijn ding. Altijd alleen iets nieuws zoeken, is misschien mijn passie of zo. Zou heel ook zeker veel, kunnen, hè? En zeker kunnen. heel veel dingen iets, iets willen kunnen. Check of all trades, master of none, I guess. Absoluut. Het gaat in de podcast ook een tijdje over specialisme tegenover generalisme in de academische wereld. Zo. Ja, ja, klopt. Want zij is, dat... is meer eerder generalistisch. Dus ik heel denk zoveel het mogelijk. Uh... Nee, ja. Ik zou mezelf ook wel meer generalistisch noemen, denk ik. ik denk niet dat ik ook zo één specifiek domein heb waarin ik me echt voor altijd zou kunnen verdiepen of zo. Wat dan, uh, wel, nee. wat dan wel iets is wat in de tweede aflevering bijvoorbeeld wel aan bod komt bij de gast daar. Ja, we zullen, we zullen anders overschakelen naar de tweede aflevering. Dat lijkt me ja. inderdaad ook een mooie segue. Ja. De dus eerste aflevering, wat vinden we? Gaan we, gaan we cijfers geven op 10 uh, op, op, basis, op basis van hoe interessant dat was? Of, of? Sure. Uh, ik vond de eerste aflevering, qua puur feitelijke interessantheid en bijleren en zo, toch wel een, een 7 tot een 8 op 10, iets in die aard. Ik zou het ook wel een 7,5 willen geven. dus Ja, heel ja, ja. vaak. Ja. Oké. Okay. Heel respectabel. Um, zeker de moeite om eens te beluisteren als, als dat je interesseert. Ja. Misschien dus moet ik, moet, ik moet ook wel zeggen: dat zijn allemaal. Alle mensen die aan bod komen, zijn allemaal heel welsprekende mensen. Of, ik weet niet wat de term daarvoor is, maar die, die praten allemaal heel mooi. Mm -hmm. uh, dat is niet zoals <laughs> als ik aan het praten ben dat ik heel vaak. E zeg en zo. Die, die, <laughs> dat gebeurt absoluut niet. Uh, die, die klinken heel helder. Dus. Uh, zeer aangenaam om, om, om naar te luisteren. Absoluut, dat is ook wel het voordeel als je een hele productiecrew erachter hebt, waarschijnlijk die dat geluid zo helemaal tot in de fijnste piekjes aan het regelen is, ik maar... Dat is zo, maar die, die welsprekendheid, dat, dat is toch... Uh... Ja, dat is persoonlijk, ja. Dat, dat is persoonlijk, en al die gasten die ik gehoord heb, zijn er redelijk goed in. Uh, Absoluut. Ik denk natuurlijk, als je zo historicus bent, of, of filosoof, dat, ja, hoe vaak moet je dingen aan mensen uitleggen, dan ja, aan een tijd kun je daar goed, Absoluut, helemaal waar. Uh, ook, wat ik ook elke keer opgemerkt heb, is dat die mensen zeggen. <coughs> dat, uh, Joel Beekman vraagt dan. ja, nee, Joel De, de Keuler. Ja. Dat is Tineke Beekman, sorry heb mijn excuses. Die zegt dan, uh, ja, wat is jullie inzicht? En die mensen zeggen altijd dat dat enorm moeilijk is. Mm -hmm. En dat is zeer begrijpelijk. Ja, <laughs> iemand, absoluut. Iemand vraagt dat nu, wat is het meest cruciale inzicht dat je dat je hebt voor mij nu, op dit moment. En zo, ja, oeh, uh... oe, rustig. Dus ja, zoek maar iets, hè? Moet ja, oh, je trouwens ons Maya blaffen op de achtergrond? <laughs> ik hoor het een beetje, hè. Wilt oh. u wel meegast zijn op de podcast, toch? Here she goes. Zijn uw uh, ouders ervandoor, door of uh, mist ze u gewoon? Uh, mijn ouders zijn er gewoon. Ze, is, ze, ze, ze staat buiten gewoon. Ze um, blaffen op eekhoorns, denk ik. Respectabel. Ja, dat zou ik ook doen als ik een hond was. Absoluut. Ja, als mens soms ook. Ja, ja. Fuck. <laughs> Oké. Wilt jij ons iets vertellen over de tweede aflevering, Stef? Ja, ik zal uh, de tweede aflevering inleiden. Let's go. Uh, de tweede aflevering, gepubliceerd op 13 september, uh, is met een gast genaamd Bruno de Wever. Uh, wij dachten allebei, hè? Huh? De Wever? Is dat de broer van Bart de Wever? Ja, dat is de broer <laughs> van, de van Bart de Wever. Ja, absoluut. Um, en de, het inzicht dat hij ons geeft is. Een, dus ik zal het gewoon de titel van de podcast geven, uh, ik, daarna zal ik iets meer uitleg geven over uh, het inzicht. Een expert die cafépraat verkoopt, ondergraaft zichzelf. Hm. Um, en het kwam erop neer dat de, de mens eigenlijk... Uh, dus het verleden is eigenlijk wel kenbaar, dus alles wat in het verleden is gebeurd is kenbaar, maar, dan, maar de mens leeft nog steeds in zijn eigen verhaal. En als, als historicus ben je daar niet uh, immuun aan. Mm -hmm. um, en wat het eigenlijk volgens mij op neerkomt is is dat niemand compleet objectief is. Mm -hmm. um, hij legt dan uit van: als hij onderzoek aan het doen was voor zijn, voor zijn boek of een dat welk onderwerp, en uh, heeft daar zoveel jaar onderzoek achter gedaan, dan, 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 dan cut je corners gemaakt. Je, um, je maakt een beslissing van: oké, okay, hier ga ik iets minder aandacht aan besteden. En dan, of ge, ge, ja, en dan, dan ge, ge gaat hij niet helemaal diep op in. En na een tijd stapelen die gekutte die, die, corners zich op mm -hmm. en je verhaal. Uh, vormt zich en dat is niet compleet objectief of ja dat is volgens mij het, alleen hoe zou ik het opvat. Kun je dat gij het opvat? Ja nee exact hetzelfde, echt exact hetzelfde inderdaad dat, dat uiteindelijk niemand of geen enkel verhaal of zelfs geen enkel feit of boek of wat dan ook volledig objectief kan zijn. Er is, ja, er zit altijd iets van eigen interpretatie, eigen nuances, eigen nadrukken in. En ja, daar absoluut. moet je rekening mee houden. Uh, misschien. Belangrijk om te zeggen nog dat Bruno de Wever een, 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 een historicus is, gespecialiseerd in Vlaams nationalisme, denk ik. Hè? In, in, ja. in, het tweede, in aanloop naar de Tweede Wereldoorlog of zo, toch? Ja, absoluut. Um, dus een heel specifiek uh, onderwerp. En als je weet wie zijn broer is, ja, de, de, de klik is nou wel snel gemaakt, denk ik. Uh, dat, dat kunnen mensen op twee manieren interpreteren, denk ik. Ja, ja oké. Okay. <laughs> uh, Oh, dus, hij legt dan ook uit dat hij komt omdat zijn vader het aan de, keuken, en, allee, uh, aan de tafel altijd had over de politiek en zo. En, en, en hij discussieerde graag. En dan, dan krijgt hij natuurlijk één politicus, uh, één politicus en één uh, historicus. Uh, en dan, ja, dan, dan mm -hmm. weet hij dat dat komt, natuurlijk, een beetje. Mm -hmm. ja. mm -hmm. En die vader is dan zo'n beetje de opperkennisschot schot gewoon. Ik <laughs> nu, yep. nu dat je het zo terug aanhaalt. leg ik eigenlijk het verband, doet het mij wel denken aan zo'n American History X. Dat American is... History X, ja. ja dat is ook zo dat die, die vader, zo'n brandweerman of zo, heel racistische uitingen doet aan tafel en dat die, die zonen daar ook keihard door worden beïnvloed en zo in hetzelfde milieu terechtkomen. Uh -huh. Maar hier gaat het dan wel over een vader die dat zijn kinderen wel in een, in een betere manier, een meer productieve manier, zo echt een bepaald pad in hun leven heeft ingestuurd gewoon door wat er aan tafel werd gezwetst. Ja, ja, absoluut. Uh, ik denk dat hij gewoon een, een gezonde interesse heeft proberen kweken in, in, in de... In zijn, zijn zonen vooral, want zijn dochter uh, niet echt, volgens mij. Um, ja. We zullen... Ja. Heb jij iets heel, is er iets heel opgevallen bij u over de podcast? Iets heel specifiek opgevallen? Ik vond uh, een, een speciale vraag, een heel krachtige vraag, die ik te, te diepgaand vind om zelf fatsoenlijk over te kunnen nadenken. Maar ik ga ze toch aan u stellen om u volledig te kutten, gewoon. Absoluut. Er was een bepaald moment dat ze zo het debat probeerden op te voeren of toch aanhaalde van of geschiedenis en geschiedenisschrijving en vertelling ervan eigenlijk zou moeten... Ver... Allee, of eigenlijk vertrekt vanuit sociaal-economische structuren of vanuit ideeën. Uh. <laughs> ja, ja. Dat is geen zeg makkelijke het. vraag. Nee, nee. Dus de, hoe ik dat opvat is zo van... Ja, Wordt wat er gebeurd is en gebeurt vooral bepaald door gewoon het algemeen maatschappelijk klimaat door crisis en oorlog en hongersnood en alles. Uh. Of wordt wat er in de wereld gebeurt toch vooral bepaald door de ideeën die mensen hebben en bijvoorbeeld van die grote denkers die een beetje het voortouw nemen en het volk achter zich aanslepen? Ja. Dus jij jij dat waarschijnlijk <laughs> Ook over het voorbeeld dat ze geven bij Hitler. Ja, ja. Uh, we konden geen aflevering gaan zonder Hitler, Juist, yes, yes. Ik heb uh, ook in mijn notitie opgeschreven, Hitler, het kip of het ei. Uh, ja, ja. Ja, ze dus vragen dan, is het is de geschiedenis zoals het is door, door Hitler? Of is Hitler, of, uh, dus is, heeft Hitler het, eh, uh, de nazi's voortgebracht? Of hebben de nazi's Hitler voortgebracht? Eigenlijk? Exact. was vragen. Uh, en dan zegt, het antwoord is beide. Ja. Het antwoord is inderdaad beide, maar hij zegt er ook wel direct bij van: zonder Hitler was er geen Tweede Wereldoorlog of zo. Uh, dat meen is een gevaarlijke ik, uitspraak. meen ik mij te herinneren. Dat ja, hij dat ik, had gezegd, ik, geloof nee? ik. Dat is een heel gevaarlijke uitspraak. Ja, inderdaad. Ik denk, want het ging niet goed met Duitsland, Allee, de verhouding tussen Duitsland en andere wereldmachten op dat moment. Mm -hmm. Ik denk dat het heel moeilijk is om te zeggen dat er geen Tweede Wereldoorlog zou geweest zijn. Mm -hmm dat er geen Tweede Wereldoorlog zou geweest zijn op dat moment, maar misschien later, dat, oké, okay. daar dat kun je zeker voor, alleen, voor argumenteren, denk ik, mm -hmm. uh, maar dat dat nooit zou gebeurd zijn, dat zou ik nooit durven zeggen. Um. Mm -hmm. nee, maar ja, het, het beide is natuurlijk volgens mij het juiste antwoord. Hè? Ja, ik denk het ook. Uh, Hitler wordt voortgebracht uit zijn... Uit zijn de context waarin hij aan leeft, en, en de tijdsgeest die daar heerst, en, um, ja, hij is de persoon die hij is. Natuurlijk, ja, een wordt zo. Maar ja, het is, het is een menging van beiden. Hè. Hij is natuurlijk waarschijnlijk heel susceptible geweest. of net, Ja, er is iets mis met die gast natuurlijk. Er was iets mis met die gast. Ja. Met die gast. Dat is, de, de, geen, geen haar in hij lijf dat zegt dat hij dat juist was. Hè. Absoluut niet. Hè. Maar die is natuurlijk voortgebracht door het milieu. En zijn en, dus ideeën komen ergens van. Hè. Dat, dat is, mm -hmm. uh, ja, onder andere ja. door de afwijzing bij de kunstschool natuurlijk. Hè. Ja, absoluut. En dat Joods Meisje daar nooit heeft afgewezen. kunt je wel eens een Rampage gaan als zoiets gebeurt? <laughs> ja. Ja, ja. Kan ik kan niks zeggen. <laughs> er, er was nog wel... Nam... Uh, ja. ja, nee, zeg maar. Zeg maar. Ga <laughs> ik zie zeggen, hij nam school shootings naar een nieuw niveau. <laughs> <laughs> uh, <laughs> <Ja>. <laughs> ik, ja, ja. Vanaf Hitler aan gezegd, dat... komt hier uh, gaat het gewoon off the rails, hè. Gaat het ja. gewoon uit de bocht. You already know. Er was nog wel één ander aspect ook, wat ik ook heel interessant vond aan deze aflevering. Ook een heel interessant debat eigenlijk, een beetje. En dat is zo van: dat, ja, dat, dat is verbonden aan zijn, zijn leuzen, zijn hoofdles dat hij meegeeft van alles is uiteindelijk interpretatie. En dat is zo het algemene gedachtegoed van de bevolking gewoon van: het is een expert, dus wat dat zegt zal wel, zijn, uh, zal wel waar zijn. En mm -hmm. ik snap dat het inderdaad beter is om daar soms wat aan te twijfelen. Maar langs de andere kant zit daar ook wel, naar mijn mening, gewoon een beetje je vertrouwen in de mensen. Hè? Want je kunt onmogelijk alles zelf volledig gaan onderzoeken in de originele bronnen. om er objectief over te kunnen spreken, toch? Nee, akkoord. En ik denk ook, als je de experts niet gaat geloven, wie gaat je wel geloven? Ja, ja, exact. Um, exact. Ja, Het, ja ik, vind, ik ga akkoord. Maar hij zegt natuurlijk ook iets in de aard van. Dat, dat veel experts in een ivoren toren zitten. Mm -hmm. um, en dat je misschien. Want hij zegt dan ook iets van dat experts eigenlijk niet met elkaar praten. Dus dat je. Elke expert weet heel veel over hun vakgebied. Mm -hmm. Maar als je een maatschappelijk debat wilt aangaan, wil je dat die mensen verder gaan dan alleen hun vakgebied. Mm -hmm. uh, maar hij zegt. Ja. Er wordt ook gezegd, als je naarmate je ouder wordt, besef je eigenlijk hoe weinig dat je weet. Mm -hmm. En uh, ik voel dat nu ook al, dat ik, <laughs> dat ik besef dat ik heel weinig weet. Um, in de grand scheme of uh, things. Um, ja. Misschien moet dat meer gebeuren, dat experts uit hun comfortzone gaan. Ik denk het ook. En daar, daar komt ook de titel van de afleveringen terug. Want moeten experts dan misschien toch wel meer aan cafépraat gaan doen? Ja, misschien wel, ja. Ja. Is ja, in de psychologie dat dat heel erg het geval is dat experts in een vakgebied leven en dat die daar niet uitkomen of dat die heel weinig daaruit komen? Ik geloof, wel, ik geloof dat dat vroeger nog veel erger was dan nu. Mm -hmm. Er zijn nu veel meer integratieve tendensen, ook bijvoorbeeld binnen de therapiescholingen, waar dat er normaal vier grote onderscheiden zuilen waren. Proberen ze die nu zelfs in bepaalde opleidingen echt expliciet samen te voegen? Maar ik denk dat dat nog altijd wel een beetje zo is. Dat je zo bent van oh, jij bent een cliëntgericht psycholoog. Maar hoe denk jij daar dan over? Want een gedragstherapeut, psycholoog, die zou daar hier dit over te zeggen hebben, dat ze dan ja. nog altijd zo heel onderscheiden van elkaar zien. En, en het is ook zo dat. Ik heb dat op mijn stage bijvoorbeeld ook gemerkt dat er zo een gedragstherapeut is die dat dan zo zegt van ja, toen heb ik samengewerkt met een psychodynamisch therapeut en die deed dat zo. Maar dat vond ik maar raar hoor. In plaats van zo wat meer in overleg te gaan en te kijken van ah, maar waar is die anders en zijn gedachtegoed daarachter nu juist? En hoe kunnen we onze perspectieven misschien toch op een of andere manier verzoenen? Mm -hmm. Misschien is de oplossing net iets tussenin. Dat je dan niet vindt als je niet met elkaar in discussie gaat. Ja, ja, honderd procent. Want het is volgens mij wel goed om die aparte kaders te hebben met specifieke nadrukken. Maar het is niet goed om daar echt betonnen muren tussen op te trekken. Nee. Dat is denk ik wel Nee, iets. en ik denk ook dat we misschien als maatschappij daar stilaan wel van een avond uh, de wegen zijn, hè? Uh -huh. Uh -huh. Hij, hij, hij zelf zegt ook... ...dat tijdens zijn opleiding... ...dat, dat er een grote stroming was... Uh, ...het postmodernisme. Ja. En die zeiden eigenlijk van... ...je kunt eigenlijk niks doen met teksten... ...want dat is altijd geschreven... ...door een bepaald persoon... ...met een bepaalde... ...ja, tijdsgeest of intentie of wat. Z zoiets. Was, nou, allee, is het toch, hè? Iets in die aard, denk ik, ja. Je noemt dat ook een crisis... ...op het vlak van waarheidsvinding, zo. Dus dat, dat klopt wel, ja. denk ik... ...wat hij gezegd heeft, ja. Dus... Dat, dat is weer een voorbeeld van hoe dat vroeger misschien meer was. Van je hebt hokjes denk echt. Je hebt postmodernisme en je hebt uh, ik, ik weet niet wat de andere stroming was. Maar ik dus ook niet meer metten, nee. dat zijn twee dingen en daar zit, daar zit geen middle ground tussen. Je moet een van de twee zijn. Terwijl misschien ligt de oplossing net tussenin. Misschien mm -hmm. is het uh, je moet het kaderen, de, de, de tijdsgeest kaderen, de mens en de context kaderen. Maar je moet niet alle teksten weggooien. Mm -hmm, absoluut. zou ik zeggen. 100% je moet gewoon rekening houden met de subjectiviteit die er altijd bij in zit. Ja. ja. Ik moet wel zeggen dat zo net dat en zo die crisis op het vlak van waarheidsvinding wel iets is wat dat, waar dat ik wel wel mee zit en wat dat ook de universiteit echt wel bij mij erin heeft gestond. Dat ik echt zo okay. ik, bijna alles wat ik hoor of lees, dat ik altijd direct gewoon twijfel en denk van ah, is dat wel wetenschappelijk onderbouwd, kan ik dat zomaar aannemen, kan ik zomaar geloven en dat gaat uiteindelijk zo echt. ...over te veel begint te twijfelen... ...en te weinig zekerheden overhoudt. Zo. Ik denk dat dat heel gezond is. Op sommige vlakken, maar ik denk op sommige vlakken... ...voor mezelf persoonlijk ook ongezond. Want ik denk dat er bijvoorbeeld... ...om een praktisch voorbeeld te geven... ...heel vaak als iemand een vraag aan mij stelt... ...merk ik dat ik iets antwoord in de aard van... ...ik weet het niet, maar ik denk. Of het is een beetje van allebei... ...ik denk of... En zo die, die twijfel die zich op alles heeft doorgetrokken, heeft er zo wel voor gezorgd dat ik soms niet echt met mijn voeten op de grond durf te staan en gewoon een standpunt durf in te nemen. Oké, okay, maar eh, um, ik wil daar, daar zeker niet een belering of zo, maar zou het ook niet kunnen liggen aan, aan u, wie je bent als persoon? Sowieso, ja, dat heeft daar ook mee te maken. Ja, 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 ja. Ik betrap mezelf daar ook heel vaak op hoor. Mm -hmm. ik, ik denk, sommige mensen zijn gewoon meer confident in ze van ja, dat is het. En als het dat dan niet is. Hij interesseert hij niet dat die iets fout hebben gezegd. Uh -huh. Als ik uh, zoiets zeg van, ja, het is dat, en dat is fout, dat, dat, ik zit daarmee, dat, ik doe dat niet graag. Uh -huh. dus, en jij waarschijnlijk ook niet. Absoluut. Um, en daardoor dat je, dat je je bronnen checkt, dat je alles fact-checkt, ja. Ik denk misschien dat dat meer te maken heeft met wie dat je daar bent als persoon. Dan, misschien heeft je opleiding ook wel een invloed daarop. Absoluut. Helemaal. Ja, het kan. Um, ik herinner me ook nog wel dat we in zo de tweede aflevering van onze podcast. direct zo echt tien minuten hebben zitten te praten over een fout van de eerste aflevering. recht te trekken van zo'n bepaalde psychologische test of zo. die we verkeerd hadden uitgelegd of zoiets. Ja, ja. ja dus ik denk inderdaad dat we wel zo mensen zijn die dat het juiste wel willen meegeven ook. Dan, dan zeg ik liever een, een keer te vaak. Ik denk dat, ja. uh, en, en klopt het niet? Allee, of ja, als het dan wel klopt, ja, oké, okay, goed genoeg. Ik denk dat het is en dit klopt ze. Dan dat ik heel zeker overkom van mijn stuk en dat mensen misinformeren, informatie geven. Mm -hmm. Ik denk dat dat, dat ook wel, zo, dat ik daarmee zit, dat dat ook wel de reden is waarom dat een van de andere dingen waar ik om even terug te cirkelen, potentie uit laatst laatste tijd en een van mijn andere passies tegenwoordig wel echt veel gaan quizzen en zo is ook. Mm -hmm. Omdat er daar vaak wel zo een vraag wordt gesteld en er is één juist antwoord waar je gewoon zeker van kunt zijn als je het weet. Ja. En ik denk dat dat mooi uitbalanceert tegenover zo die oneindige twijfel waar ik normaal mee geconfronteerd word. Dus misschien dat dat wel zo, ja, wat, wat persoonlijke tendensen toch in aan de gang zijn, inderdaad. En als je dan zo'n 60% zeker bent, uh, zeker bent van een antwoord en je zegt tegen, tegen de staf naast je: van, Ja, ik denk dat het dat is, je gaat, nooit, je gaat volgens mij nooit zeggen: Dat is het. <laughs> nee, als, het als, je meer, als je minder dan. dan... 100% zeker bent, dan zeg je nooit dat dat is, denk ik. Dat is waar, dat is waar. Ja, en dan zegt de staf, geeft mij nog eens met een 18 e duivel van de avond, alstublieft. Ik heb dust, jongen, we pakken toe. Ik ben er niet voor te hè. ik ben niet voor te drinken, ja. Is dat je met een zuipbeker? Nee, hè? Ah, nog een duivel dan. Geen zuipbeker, godverdomme, wat zijn ik er aan het doen? Ja. Nee, ik ken de staf niet, trouwens, dus uh, als staf het horen... Dat betwijfel ik ten zeerste. Uh, yeah. Ja, dat is uh, wishful uh, thinking, I guess. Yeah. Nog één ding over die tweede aflevering nu, was ook uh, er kwam even iets aan boord van, aan, aan <laughs> van fake news <laughs> en complottheorie, en ik, ik was er zo aan het luisteren, dat ik aan het lopen was, en ik dacht van hm, daar moet iemand eens een podcast over maken, en dan uh, <laughs> was ik gewoon van, yeah that's us, that's bro, fun. hell yeah ik, ik vind het altijd um... was dat deze podcast, of was het de, de derde? Nee, ik denk dat de, de deze was, de tweede als mensen het dan hebben over zo'n complottheorieën... En we zijn er zelf ook schuldig aan geweest, hè. Mm -hmm. uh, we hebben een hele aflevering over complottheorieën. <laughs> ja. dan, dan moet je altijd nadenken... Dat, dat lijkt nu een complottheorie. Dat lijkt heel onjuist voor ons nu. Maar evenals... Uh, hoe, wie was dat? Copernicus. Die zei dat, dat de, de aarde rond de zon draait en niet andersom. Mm. Die, die, dat was een ketter, hè. Die werd, die werd af, afgeschilderd als, als gek. Uh -huh. Terwijl eigenlijk uh, was hij... <laughs> Compleet juist. Dus misschien zijn er mensen nu, zijn er ideeën nu, waarvan we denken, oh dat is belachelijk, die eigenlijk compleet kloppen. Ja. En dat vind ik gek om over na te denken. But, is? Uh, het gaat dan over checken en zo. En, en eigenlijk weten we, allee, ja, ik, het is altijd zo een beetje. Uh, het is grappig om te lachen met zo'n mensen, met zo'n complottheorieën tot het klopt. En dan denk je, oh damn, uh, ja, wat doe ik nu? Ja, exact. Tot uh, NASA, de NASA, ja, NASA binnen twee dagen zegt, van, maar de aarde is wat degelijk platte. Ja, sorry, guys, we willen niet bang maken, maar het is gewoon uh... <tie> our bad. <laughs> ah damn, shit. <tie> Alright, guys, you're not gonna believe this, but. <tie> ja, In de podcast wordt ook gesproken over de geschiedenis als oneindige Tom, mm -hmm. En we hebben het daar ook over gehad, um, op café. Uh, in de druppel daarvan. Hoi, voor mij naar Porto. <laughs> um, ja, de geschiedenis is echt wel een on on oneindige tom, alleen niet oneindig, I guess. Het is, is wel finite, maar ja, je kunt over de geschiedenis blijven schrijven hè, als je erover mm -hmm. nadenkt. Mm -hmm. uh, want we hebben het nu over een, een heel. Allee, hij heeft heel zijn leven basically uh, gededicated uh, op een bepaald moment van de geschiedenis. Hè. Dat is. Uh, ja, Vlaams nationalisme in, in aanloop van de Tweede Wereldoorlog. Dat is heel specifiek, hè? Uh -huh. uh, Dat is uh -huh. één land, en dan een periode van, van hoeveel, twintig jaar misschien? Uh -huh. uh, dat... Ah ja. Hoeveel mensen daar hun leven zouden kunnen wijden aan geschiedenis, en dan zouden we nog maar zoveel procent van onze hele geschiedenis gedocument hebben. 100%. Dat vind ik heel gek. Ja. Um, dat staat eigenlijk los van het onderwerp van de podcast of zo, maar ik wil gewoon even het aanbrengen. Ja, maar het, is, het is net zo met Tineke Beekman, eigenlijk, hè? want die spendeert ook al tien jaar als zogezegd vrije denker. Maar eigenlijk heeft ze nog maar over twee mensen echt nagedacht: hè? Ja. over ja. Uh, Spinoza en Machiavelli. Machiavelli. <laughs> Spinoza bijbaar geen, geen aangename schrijver of zo, zo? Ja, nee, ze zei inderdaad dat Machiavelli heel fijn was na Spinoza, omdat dat veel gestructureerder en overzichtelijker was. En Spinoza echt zo gewoon wat aan het kotsen was op zijn bladzijde. <laughs> Hoe zou ze dat lezen? Zou ze dat in de originele taal lezen? Er mm, ja, zit terug, uh, terug het eigen verhaal en subjectiviteit in natuurlijk, want in een vertaling ja. sluipt altijd wat andere dingen. Ja, absoluut. Op zich zal ze wel zo trouw mogelijk aan de originele bron gebleven zijn. Ik weet niet welke nationaliteit Machiavelli had, maar op zich Spinoza schrijft misschien in het Nederlands. Hmm, als een oud Nederlands. of... Uh, ja, of misschien zelfs Latijn of zo. Latijn. Ja, oef. Uh. <laughs> ja. Ik weet ja. Dus de tweede podcast ging eigenlijk vooral over uh, ja, objectiviteit: dat dat niet echt een ding is of zo, mm -hmm. en dat er altijd wel iets van... Uh, iets van subjectiviteit in verschuilt is. Het ik denk aan denken aan het oorpraatspel dat je zo bent van uh, ja, je moet iets in die persoon zijn oor zeggen, en dat ze de cirkel rondgaan. Ja, doet me ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja, heel erg aan denken. Zet ja. Ook met vertalingen, zoals je net hebt gezegd, van, uh, iemand moet dat dan vanuit Latijn naar het Nederlands vertalen of naar het Engels. En daar gebeurt al zoveel, er worden al zoveel bochten waarschijnlijk uh, je, afgesneden. Uh, en ja, uiteindelijk krijgt iets compleet anders. Enfin, niet compleet anders, maar toch. <muches> mm -hmm. exact. Exact. Nog een, een laatste sentiment dat ik nog over deze tweede, weer, tweede wereldoorlog tweede aflevering had. Oeh, wat <laughs> ja sorry, ben mijn, mijn onbewuste. Ben onbewuste, onbewuste gedachtengang zit te veel bij Hitler gewoon nog. Oké. Okay. Uh, is dat ik het wel cool vond dat ze toch zo'n civiele discussie hadden met elkaar, hoffelijk waren het tegenover elkaar, maar je merkt het soms toch. Vond ik de wrijving tussen de host en de gast dat ze toch wat anders dachten over de dingen. Ja, ik, ja. ik, heb, ik heb er niet op gelet eigenlijk, maar. Ik heb toch wel eens één een keer gemerkt dat, om een heel specifiek voorbeeld te geven, dat Joël de Keuldaar zo was van dus eigenlijk zeg je dit en dat de andere persoon zo was van nee, 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 dat probeer ik zeker niet te zeggen. Wat ik wel probeer te zeggen is. En in het verlengde daarvan ook um, spreekt Bruno de Wever, de gast, over ja, ik wil bescheiden blijven in het maatschappelijk debat, ik wil niks zeggen over iets waar ik niks over te zeggen heb. Terwijl dat Joël de Keuldaar, dat heb ik ook maar gelezen gewoon, er juist heel hard voor avanceert, er juist heel hard voor inzet om, dat iedereen zich eigenlijk zou moeten moeien met een maatschappelijk debat en niemand er te verlegen voor zou moeten zijn. Ah ja. Dus ja, ik denk ja. dat er zo, zo iets van wrijving iets van tussen zat, maar ik vond dat je dat inderdaad wel echt niet hard merkte in de podcast of zo. Ik denk Joël de Keurder is nog steeds een, een, een journalist waarschijnlijk, hè. Mm -hmm. Mm -hmm. En, en ja, journalisten, ja, die, die hebben zo'n manier om, om... Dingen uit te trekken die je misschien niet wilt zeggen of zo En misschien ja, klikt het gewoon niet. Maar ik, ik, vond, ik vond het een redelijk beschaafde discussie. En, en ze heel respectvol allemaal. Uh, ja. Dus mij was het niet opgevallen. Oké, oké. Okay. Okay. Ik, ik vond het wel aangenaam. Uh, en uh, hoe, hoe aangenaam vond u het? Kunt u daar een puntje op, op stempelen? Ik denk. Uh, Qua interessanter. De, ik vond eigenlijk de vorige podcast interessanter. Als ik mm. heel eerlijk ben. Oké. Ik vind ook uh, het, het, het punt dat dan wou maken was niet echt heel duidelijk voor mij. Mm -hmm. uh, dus, maar ik heb het nog kunnen uitvissen, I guess. <laughs> uh, dus ik zou misschien een, een, een 6 geven, of 6,5. Ja, ja. Ik, zou, uh, ik ga vriendelijk blijven tegenover de Bruno, ik ga voor de 7. 7. Oké. Okay. Ja. Ik, okay. ik, ik vind het wel een belangrijk inzicht dat hij deelt, maar ik vind het een beetje flats gebracht. Allee, er, er zat zo'n niveau ja, body ja, okay. onder. Zo, ja. Nee. Nee, ja, oké. Okay. Dus dat doen we aan de derde, de derde podcast, aan ja, de derde aflevering. Ja, perfect. Uh, ik stel voor dat jij die misschien voorstelt als je goesting. Oké, ik heb daar okay, okay, zeker goestingen. Absoluut. <laughs> ja, ja, ja. Oops, ja. Uh, ik kan niet zoals Stef zeggen op welke datum die is uitgekomen. Misschien dat jij dat wel ergens bij de hand hebt. De twintigste. Hebt? But... Maar het is, het is altijd op een ander moment opgenomen, inderdaad. Dat heb ze ook gezegd. Oké, okay, 20 ja. Tw september. Ja, 20 september. Oké. Okay. Ja. Uh, aflevering met Guillaume van der Stichelen. Een naam die ik nog nooit had gehoord, maar blijkbaar wel een heel bekend figuur in Vlaanderen. Mm -hmm. uh, de titel luidt Mensen onderschatten hoeveel anderen voor hen kunnen betekenen. Uh, Guillaume van der Stichelen is iemand die cartoons heeft gemaakt, die boeken heeft geschreven, zanger, heeft in zijn eigen café gehad en hij is vooral bekend omwille van zijn rol binnen reclame en reclame maken. En mm -hmm. waar dat hij nu vooral over kwam praten. Uh, terwijl dat de andere mensen toch wel nog. De, de vorige twee afleveringen had ik de indruk dat het inzicht wel echt voortkwam uit hun beroep. en hun ervaring daarbinnen. komt hij wel echt met iets mm -hmm. heel persoonlijks. een echt persoonlijk verhaal. Ja, ja. En hij merkt dat ja, heel een veel. Een ja, heel erg inderdaad. Hij merkt dat heel veel mensen in de samenleving rond hem. en hij zelf ook wel zitten met de vraag: van wie ben ik? Wie is de echte ik? En zijn inzicht wordt eigenlijk samengevat in het antwoord op die vraag. En heel kort: Ik ben de band. En ik ben de band met iemand anders, dus haakjes eens daarachter, ja. maar eigenlijk gewoon: Ik ben de band. Wat, wat was uw. Wat... <laughs> <laughs> Oké, okay. ik ging vragen: Wat kwam er als eerste in u op toen we dat hoorden, Maar nu heb ik het antwoord al, like Nee, ja, Ja, als gezegd: Ik ben de band. Ja, nee, maar, um... ja ik, 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 ik snap wat dan wil zeggen. Absoluut. Ehm. Mm um... Hij, hij, hij omschrijft het als uh, mensen zijn: ja, dat zijn eigenlijk twee, twee stromingen. Uh, een individualistische stroming, die uh, dus ja, de mens als individu en, en, en je bent een individu en je moet alleen maar denken also, aan je eigen wereld, I guess. Mm -hmm. zo, zo zie ik het. En een, een hele socialistische omschrijft uh, visie, uh, die dan de mens ziet in, in context van anderen. Ja. Uh, en hij, ja, hij, zegt dan eigenlijk dat het eigenlijk een tussenoplossing is, dus wat dan weer eigenlijk samenkomt met wat dat we in de vorige hebben besproken, mm -hmm. de vorige podcast, dat er een, uh, dat het niet per se één van de twee is, dat er ook een mengeling is, een mengelvorm. Dus de individualistische uh, stroming die zegt van de andere, van de ja socialistische, van jullie zijn kudde dieren. En terwijl dat de socialistische stroming tegen de individualistische eerder zegt van uh, jullie zijn uh, roofdieren. Mm -hmm. En hij zegt, nee, eigenlijk is de mens een koloniedier. Yes, let's go. Een soort van, ja, een soort van mengelvorm. En hij onderbouwt het dan een beetje met uh, werk van zijn neef of zo, mm -hmm. in, uh, die, die primaten bestudeert. Mm -hmm. um, ik, ik, ik dacht direct, uh, het gaat over zijn identiteit en zo, en, en hoe dat de mens zich voelt, en over, over natuurlijk ook heel veel leed. Uh, want. Over zijn zoon dan? Heb we eigenlijk al verteld wat, waarom dat hem... Uh... Nee, nee, nog niet. Okay, wat, en het is, ik dacht eigenlijk dat het misschien heel dicht aanstoot bij, bij, bij uw interesses en bij, bij uw, studie, uw studies ook. Mm, ik no, absoluut, absoluut. Dus ik zal, ja, ik zal aan u het woord laten nog voor de rest. Uh, Oké, okay, okay. okay, wat een eer. <laughs> nee, inderdaad. Hij heeft dat, dat, dat hoofdinzicht eigenlijk verwerven, ver, verworven, verwerft, I don't know. Toen, zijn zoon, cares, ja, tjew, toen dat zijn zoon gestorven is in een, in een ja. ongeluk, geloof ik. Hè? Ja, daar heb ik ook voor genomen. Ja. Ja, um, en hoe heeft hij toen gemerkt dat hij de band is? Dat legt hij eigenlijk uit met een metafoor. Hij hmm. merkte dat een heel groot deel van zijn identiteit werd weggetrokken. En hij beschrijft dat dan als een hele grote stekker die wordt uitgetrokken eigenlijk. Ja. En hij merkt ook dat er Duizend kleine stickertjes in de plaats zijn gekomen in zijn identiteit om toch dat gat terug op te vullen. En die, al die kleine stickertjes zijn dan alle andere banden die je heeft met andere mensen. Dat je heel veel ja. steun kreeg van familie, van vrienden en zo. En dat die ook zo bijvoorbeeld tegen hem en zijn vrouw zeiden: van Amai, jullie doen dat echt goed daarmee omgaan en zo. Dus dat, ja, vanuit dat persoonlijk aangrijpend verhaal. Heeft hij dan dat inzicht verworven? En dat heeft inderdaad wel echt met mijn studiegebied te maken. En zeker ook met mijn verdere interesse binnen de existentiële psychotherapie, waarbij dat verlies en verbondenheid twee superbelangrijke thema's zijn. Ja. Dus vandaar vond ik dit ook een hele interessante aflevering. Om even een metaperspectief aan te houden. Ik heb opgeschreven dat ik de eerste aflevering qua feitelijke informatie het interessantste vond. maar dat ik deze aflevering qua emotionele informatie en dergelijke wel het interessantste vond. Ja, daar durf ik akkoord mee te gaan. Je merkt dat, dat hij niet per se. Ja, ik, ik wil hem niet beledigen of hij geen academicus is ofzo. Of mm -hmm. Maar hij heeft wel ervaring. Hij is, hij is wel wijs. Er mm -hmm. zijn dingen die je meemaakt. Uh, dat, is, dat is heel erg. En, en daar een les uit slaan, dat is. Dat is, dat is ja, dat, ik vind dat heel respectabel. Ja, absoluut. Um, ja, dus um, ja, hij omschrijft het dan als, als een stekker die uitgetrokken wordt. Um, wat dan een heel mooi metaforisch vind ik ook. Mm -hmm. uh, en hij zegt dan, ja, die banden die, die helen daar inderdaad. Maar ik, ik vraag me dan bij zo'n stelling af, uh, wat met introverte mensen? Mensen die geen, uh, ja, die niet per se veel vrienden hebben ofzo. Of alleen met extreem introverte mensen bedoel je dan? Want uh, je hebt introvert mensen die, die, die nog wel zo hun volk hebben, zo hebben. En dat zijn banden die, die je kunt smeren en daar haalt je wel heel veel kracht uit dan. Mm -hmm. Maar echt, mensen die, die heel veel angsten hebben, die echt sociale angst hebben, die met, niet onder mensen durven komen en uh, die misschien ook alleen zijn in de wereld. Ja. Hoe, ja, hoe, hoe, hoe verklaart je zo'n mensen? Ja, dan ben je terug een beetje de advocaat van de duivel aan het spelen eigenlijk. Hè? Ja, ja, zo terug van cool inzicht, maar wat met dit? En ik ga wel volledig akkoord met je opmerking, alleen Ik vraag me ook af wat dat hij daarover zou te zeggen hebben. Want hij zegt ook van, als je zelf wilt verbeteren, moet je eigenlijk kijken hoe je je banden met anderen kunt verbeteren. Maar betekent dat ja. dan dat die introverte mensen zichzelf niet kunnen verbeteren? Of dat die fundamenteel slechter zijn dan extraverte mensen? Dat die minder, minder betekenis hebben ja. in de wereld? Of? Om, om mezelf tegen te spreken ook. Misschien is het niet per se de hoeveelheid banden die je hebt, maar ook de kracht in de banden. Of zo. Als je ja, dan sowieso. iemand heel introvert bent, maar misschien... Twee, of ja, twee is misschien al heel veel eigenlijk, toch? Als je, als je twee heel goede vrienden hebt, je dan ga ik zeggen van die mensen vertrouw ik echt. Dat, is dat, dat, dat vind ik al heel veel eigenlijk. Mm -hmm. Als het dan heel sterke banden zijn, dan is dat misschien genoeg om, om, om als, er, als er een bepaalde stekker wordt uitgetrokken, om die te kunnen opvullen. Absoluut. En ik, nu dat je het zo aanhaalt, het kritiekpunt, moet ik ook wel terugdenken, terug iets binnen mijn opleiding en binnen mijn interesse. Ze zeggen vaak bij. Um... Therapie dat er een, een aantal heel belangrijke relaties, of dus banden zijn. Mm -hmm. En er is dan bijvoorbeeld heel liggen tussen de hulpverlener en de cliënt. Maar ook bijvoorbeeld tussen de cliënt en zijn eigen emoties. En de cliënt en zijn zelfbeeld. En eigenlijk zijn dat dus ook banden. Ja. Dus op zich kunt je volgens mij ook een, een, een goede identiteit hebben, een goede mens zijn, als je die band net heel sterk hebt ontwikkeld. De band met jezelf, de band met je eigen gevoelswereld. Oké. Okay. Dat is wel absoluut niet waar dat Guillaume het op, op, op had, denk ik. Hè? Maar dat is denk ik om wat op uw kritiekpunt misschien te antwoorden. Mm -hmm. Nee, oké. Okay. Want ik dacht ook direct aan kluizenaars. Um, mm -hmm. mm -hmm. Of zo, om uh, naar een iets oosters. Uh voorbeeld te gaan naar de Hikikomori, of hoe heet dat? Ah, ja, ja, ja. mm -hmm. Van die Japanse mannen die zich opsluiten de hele dag. Mm -hmm. die, ik kan me inbeelden dat die niet heel veel banden hebben. Denk en de ik kluisenaars ook niet. ook niet. Maar die een band is misschien heel sterk met hunzelf of, of met, met, met God misschien. Een, een concept dat ze. Dat zou kunnen. Uh, een daadwerkelijk. Ja. Bij die, bij die Hikikomori's twijfel ik daar wel een beetje aan, want dat, is echt wel, dat zijn mensen met letterlijk een. Oh ja, nee, ik moet oppassen wat ik zeg, maar ze classificeren dat wel als een, als een stoornis, zoals hiking memory ah, ja, okay. hebben. Dus ik denk dat die mensen misschien wel gewoon echt effectief problemen hebben met hun identiteit, zeg maar. Dus ja, ja. Dat, dat is inderdaad gewoon. Dat is eigenlijk gewoon een, een, een voorbeeld van zijn inzicht nog maar eens toepassen. Die mensen zijn eigenlijk niet echt iemand meer. Omdat die geen banden hebben denk. Nee, nee, ja. Ik, het heet het wel home zo. Hè. Het, is, het, is wel, het is wel iets. Ik, ik moest toen ik het aan het luisteren was, even terugdenken aan de banden die ik heb en zo. En, en, mm -hmm. Natuurlijk, soms gaat je in de fout uh, in, in, in banden. Uh, ja. En dat, ja. dat zijn dingen waar je nou over nadenkt. Het, het is een hele mooie podcast om je aan het nadenken te zetten. Vinden. Absoluut, absoluut. Het is echt uh, gemaakt door denkers voor jezelf denker te maken of zo. Om een ja. slogan te bedenken. <laughs> Gemaakt voor denkers om jezelf denker te maken. <laughs> uit inzicht. Met zowel de Keulaar. Uh, ja. ja. nee. Om, hij heeft op een gegeven moment ook... Dit, ik trek het nu wat terug uit het emotioneel diepgaande. Maar hij sprak ook wel even over zijn beroep als reclamemaker zelf. Mm -hmm. En ik vond het wel interessant, zo zijn visie op reclame maken, van altijd de relatie leggen tussen mens en product. Ja. Als hij zo sprak over dat hij zo een tijd bij een bedrijf werkte waar dat ze zo boren verkochten, dat hij zei van wij verkopen geen boren, wij verkopen schone gaatjes ofzo. Dat vind ik wel zo ja. goed. Dat is goed gevonden. Ja, ik, ik, ik leer zo'n dingen op school, dus voor mij is dat... Oké, okay, ja, true. Ja. Je true. verkoopt geen boren, je verkoopt uh, een oplossing. Je verkoopt het feit dat, dat je een goed gat kunt maken en dat je vrouw niet... Dat je vrouw niet klaagt, dat je dat er, er niks aan doet of zo. Okay, ja, zoiets, ja, zoiets leren we dan in de les. Dat is voor u dan voor de hand liggend eigenlijk? Ja, voor mij ja, was dat zo'n wool. Het is niet zo voor de hand liggend als je daar op de eerste keer van aan was, zo, ja. Dat was zo een afbeelding met zo uh, een boor en dan zo'n gat dat je kunt maken en dan happy wife en dan happy life of zoiets. <laughs> ja, dat is echt compleet cringe, <laughs> ja, is Dat Dit is uh, wat, wat business majors elke dag zien. <laughs> En dan is het voor de rest nog dingen inkleuren en dan, dan zijn we compleet. Ja, Die mensen zijn ook gewoon nodig in twee rotalen. Ja. Ja, ja. ja, ik kan een heel mooi kleuren. Nou, nog uh, mijn, mijn laatste ding dat ik wil zeggen over deze derde aflevering, en dan mocht jij zeker nog zo lang over doorgaan als je wilt, dan, ik leg geen limieten op hoe lang hebben we nog. Was dat ze ook het op het einde van de podcast even hadden over Catch them Doing Things Right. Ja. Dat je zo, mensen er op druk, uitdrukkelijk op wijst als ze iets goed doen. In plaats van wat dan meer de algemene tendens is op mensen zo heel hard door te drammen op de fouten die ze maken en dingen. Mm -hmm. En dat vind ik wel iets heel sterk. En iets wat uh, ik ook later als hulpverlener echt sterk wil vertegenwoordigen in mijn werk. Om echt de nadruk te leggen op mensen, hun kracht en wat er wel nog goed gaat. en van Je bent zelfs al tot hier gekomen. Alleen besef je hoe speciaal dat al is. Dat maakt niet uit hoe dat je voelt. Je bent hier al gewoon. Dat is al zo'n grote stap. Om mm -hmm. die dingen. Nee ja, akkoord, akkoord. Ik denk ook, correct me if I'm wrong, maar het heeft ook wel een beetje een psychologische basis in het feit dat positieve conditionering is effectiever dan negatieve, denk ik. Ja, alleen ja, belonen is effectiever dan straffen. Ja. Als je als je tegen iemand zegt van goed gedaan, dat is beter dan zeggen wanneer dat ze iets slecht doen van nee, door ja. Exact. Dus het is, het is misschien een beetje een lugubere visie. Want uh, ik kunt niet, niet alles omschrijven als conditionering. Maar het heeft een basis. Hè. Het is uh, wel heel dus zeker een veel, veel positievere manier om mee om te gaan. Absoluut. Ja. ja. Een van die redenen wat dat mij ook altijd heel, het heel logisch maakt. Wat dat gezegd voor mij is: van, als iemand straft, dan weet hij wat hij niet meer mag doen. Maar dan weet hij nog altijd niet wat hij wel moet doen. En als ja. iemand beloont, weet hij direct van: oké, okay, dit is goed, dit moet ik blijven doen. Ja, inderdaad. Want ik ben goed bezig. Dit is. Uh... Het nee, is goed dat je, dat je zo'n zo lessen meeneemt naar je, naar je carrière, dan uiteindelijk. want uh, ik weet Veel mensen die je misschien zien op school en ze zeggen: Ah, oké, okay, dat is interessant. Uh, nu ga ik gewoon mensen doodslaan. Alleen, <laughs> 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 of, of ja, ik snap wat ik bedoel. Ja, ik snap wat ik bedoel. Ja, ja. het, het is goed, ik vind het een heel positieve. Ja, heel goed, heel... absoluut. Gezien wat ik net gedaan heb, dat was... Nee, uh, ja, ja, nee, ik zie het, ik zie het. Practice what you preach, joh. <laughs> uh, ja, nu is dit van mijn inzichten nog. Uh, <laughs> <laughs> ik, ik was vooral... Ik, ik, er zijn veel interessante dingen aan de podcast, maar ik dacht vooral aan... Uh, hij zei dan iets van... Het is, het is niet per se... Uh, bij primaten is het niet per se dat er zo'n grote alfaman man is, zo, mm -hmm. hè, de, de grote baas. Mm -hmm. Maar het is eigenlijk zo zo'n oud, klein, grijs aapje dat zo de, de banden kan smeden. En, en de allianties kan maken, dan maakt dat het alfa dier tussen aanhalingstekens. Mm -hmm. Dat is, is een leider, omdat hij net zo goed is in, in zo de banden leggen. Dat vond ik heel goed. Ja. En daarom, zo'n zo studies op primaten, dat vind ik ook altijd heel, uh, heel interessant, omdat we daar meer van meenemen, van, van, van meenemen Allee, meer dan we denken. Hè. Absoluut. Dus je misschien denken dat je zo ver weg staat van, een, van primaten, van chimpansees, van maar eigenlijk is het helemaal niet zo ver weg. Ja. Uh, en dat is ook exact waarom dat je mij vrijdagavond in een of andere aula van een basisschool ziet quizpapieren invullen in plaats van in de fitnesslekpressen. Zie doen, man. Ik ontwikkel mij tot echte alfa. Goed. 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 Maar je kunt ook allianties meenemen in de fitness. Uh, ja, I guess je kunt samen cheat days gaan doen met Frituur Marina. Kippenballetjes, kippenvingers, kippennuggets, kipkortjes. Want je bent ook mee geweest uh, de vrijdag, was het? Absoluut. En ja, dat is toch een band dat je dan, dat je dan kweekt. Een het beetje, is wel, ja. het, het voelt zo dat je testosteron rond aan het uitsweten bent en dat dat bij elkaar gewoon ingearmd wordt en dat je gewoon een diepere connectie aan het vormen bent van wij zijn sterke mannen. Ja, ik vind vooral, als je met mijn vrienden gaat, vind ik het leuk dat je elkaar zo'n beetje aanmoedigt dus en zo bent van 100% ja, goed, ja. Doe nog, doe nog, je kunt nog, je kunt nog. En dan, dan ja. doe je dat en dan beseft je van oh shit. Dat die persoon zo gewoon voor uw ogen aan het vergaan is, die is echt out-existence aan het veeden. En jij bent van, nog drie, kom aan nog drie, sowieso. je heb dat. Je kunt er nog drie in maken. Je ziet die gast zo scheef trekken, paars worden, die zijn armen zijn zo blauw aan het worden. En jij bent van, ja, nog drie, kom maar. Krijgt zo'n gezwel wel op zijn voorhoofd? Goed, dat stort ging overal. Kakt gewoon in zijn broek, terwijl hij op het apparaat zit. En jij bent gewoon van, Nog drie. En dan, na zijn derde, zegt je. Nog eentje, <laughs> nog... nog eentje, kom aan. <laughs> ik weet dat het kunt. Uh, nee ja, je? ik weet ja. dat je toch een beetje ik het tof gewonnen heb. Ik vond het heel tof. Ik vind het altijd een eer en een plezier als ik mee mag gaan met de boys gewoon. Let's go, let's fucking go. Zit je het zitten om uh, als afronding van deze aflevering van ons van vandaag nog eens even uit te zoomen en nog een woordje te zeggen over de podcast van Joël de Keuler in het algemeen. Is zie dat zeker zitten. Heb uit, jij uit, uit, bepaalde dingen waar je direct aan denkt? Als ik, ik had eerst na mijn eerste listen-through, na mijn eerste mm -hmm. doorluistering, sure, um, opgeschreven <laughs> dat ik vind dat hij soms nogal snel tussenkomt en de ander niet zijn volledige gedachtegang bloot laat leggen. Maar mm -hmm. toen ik het de tweede keer luisterde, had ik wel door dat dat eigenlijk altijd gewoon is van we moeten bij het thema blijven en we bewaken de tijdslimiet. Ja. En toen we het respecteren, denk ik respecteren vind ik dat gewoon, want dat is iets waar wij bangers slecht in zijn. Ja, absoluut. Uh, ondanks het feit dat ik soms nog wel zo de neiging heb om, om zo snel mogelijk op iets te kunnen antwoorden, anders is mijn train of tat weg, uh, blijf, we gaan we vaak nog wel gewoon. <laughs> door. Over van alles en niks gebeuren. Ja, letterlijk. En ik denk ook wat is omdat we gewoon bevriend zijn. Uh, oh, broer. Ja, maar. <laughs> maar. Ja, als je dan een gast hebt die je niet per se kent. of ja, niet, niet goed kent. dan, dan, ja, dan blijft het nog steeds een business arrangement. Hè? Mm -hmm. Die mensen komen naar je naar podcast. En, en je wilt. Je, je hebt van je redactie te horen gekregen. je mocht max 40 minuten. of max 45 minuten spenderen per podcast. dan heb je een tijdslimiet. Mm -hmm. uh, en natuurlijk inderdaad, zoals gezegd. de onderwerpen die je wilt aanspreken. dan ja. wordt het maar een saaie bedoeling. als ze zoveel limieten opleggen. <laughs> Ik vond het soms. Veel nadenken, de podcast. Mm -hmm. Dat heet natuurlijk het inzicht. <laughs> <laughs> het is een beetje stom als je dat als je gewoon een zou kunnen luisteren, misschien. Dat uh, maar ja, snap ik wat het, het is niet super relaxend altijd. En ik zet soms een podcast op om te relaxen. Ik zet dan bijvoorbeeld uh, Welcome to the AA op of zo. Of, dat, is, dat, is, hey, dat is echt de meest <laughs> Dat is niet, niet de meest complexe ding. <laughs> dat je gewoon zo kunt wegzonen, wat toch zoiets in je oor hebt en toch iets bijleert. Uh -huh. Ook al is het misschien minder dense minder als hier. Uh -huh. Ik weet niet ja. of jij dat ervaart, is het een podcast die je jij, die jij zou kunnen luisteren de hele dag lang? Uh, op elk moment? Nee, dat helemaal niet. Maar net dat aspect van het is een serieuze dat je aan het denken zit, is net waarom ik hem zo leuk vond. Omdat ik hem eerst heb opgezet doordat ik aan het lopen was. En dan is, dat, okay. dan is dat perfect voor mij. Om gewoon helemaal weg te gaan in gedachten dat je niet merkt dat je benen echt om hulp aan het schreeuwen zijn, gewoon, snap je? <laughs> en dan kun je gewoon blijven doorgaan. Oké, ja. zeg En uh, het grootste... Het grootste inzicht... Ja, ja, zie je wat hij oh fuck Dat ik meeneem uit je oh, laatste gedachten hier en uit mijn ervaring met die eerste drie afleveringen is zo dat ja, een serieuze podcast met een productiecrew en... Wel wel, wel wel besproken gasten die daar echt duidelijk expert zijn die daar van alles te zeggen hebben heel intrigerend kan zijn heel fijn om te luisteren maar omdat jij het nu zo ook hebt over die van Alex Eno en zo en mm -hmm. ook over de onze dat ik vind dat zoiets als van ons waar dat we er gewoon wat op losseven als vrienden er ook echt absoluut mag zijn eigenlijk ja ja akkoord ik vind dat zeker ook een plaats heeft ja um... in de veld. <laughs> Ja, uh. nee, ja, het doet niet altijd serieus zijn ook niet. Uh. 100%. En ik, ik zie nu wel niet de de Keulaar een grapje maken, of soms echt zo heel zelden, en dan snap ik de grap niet eens, want die, gaat, die zijn dan bezig over, over metafysica afspraken. <laughs> nee, dat is ik. Uh. Uh, absoluut. Absoluut, de enige keer dat ik me kan herinneren dat ik hem echt hard heb horen lachen was in de laatste aflevering, toen hij vroeg aan zijn gast, ah, waren jullie teenage lovers? En dat die gast zo was van, nee, ik was negen jaar ouder, maar zij was wel nog teenage, hahaha. Ha, ha. En ik was zo van, hmm, dit, is, uh, dit is niet zo beest, man. Maar... <laughs> <Ja. laughs> niet zo beest. <based. laughs> uh, nee, ja. <laughs> <laughs> het is wel ja, ik weet niet <laughs> wat. Het is een kerel. Ik denk wel dat ik ga luisteren naar, uh, naar een paar afleveringen misschien. Ja. ja, ik wou vandaag de vierde aflevering opzetten tijdens het lopen, maar ik wou mijn mind zo niet vullen. Ik wou de eerste drie gewoon dicht in mijn hoofd hebben zitten. Ja, en dat, dat is wat ik net eigenlijk probeerde aan te kaarten ook. Dat, dat zijn niet dingen, je kunt eraan luisteren, maar je absorbeert sowieso niet alles de eerste keer dat je luistert. Mm -hmm. En dat vind ik soms jammer. Ja, dat is waar. Som, soms denk ik van als ze hier nu bijvoorbeeld een dubbelde tijd voor hadden, dan zou je dat veel beter absorberen. En dan, dan zou dat voor mij ook, ik zou er meer mee zijn, denk ik. Dat snap ik. Uh, dat vind ik ook wel echt. Daar kan ik me volledig in vinden. Maar ik vind langs de andere kant dat het wel voor het brede publiek een ideale lengte van afleveringen is, eigenlijk. Ja, waarschijnlijk wel. Ik denk dat voor mensen die daar juist niet zo begaan zijn in het echt diep nadenken, maar die wel zo naar iets interessants willen luisteren, dat het eigenlijk perfect is om zo een half uurtje even er plaats voor te maken in hun agenda. Ja. Ja, oké. Er zijn ook een bepaalde podcasts. Um, misschien ja, gewoon een paar. Serieuzer, een paar minder serieuze, waar je aan denkt, uh... Allee, waar je gaan denkt, wat je gewoon als voorbeeld kunt geven van een podcast die je goed vindt, of? of... Uh, ik ben eigenlijk echt niet zo'n podcast man. Nee? Nee, absoluut niet. Ik heb een. Een audioboek dan, man uh, ja, dan? De Hobbit. <laughs> de Hobbit heb ik eens als audioboek geluisterd. Uh, en, en Harry Potter heb ik ook eens op de achtergrond opgestaan, staan terwijl ik aan het gamen was. Maar mm -hmm. uh, ik heb ooit wel naar lore geluisterd. Een podcast van ook hele korte afleveringen, rond de 20 minuten. Van een soort van. Waar gebeurde griezelverhalen, om het zo maar te zeggen? Wat, dat denk ik, wel een klassiek onderwerp is voor podcasts. Mm -hmm. Maar die, een aflevering die ik me ook herinner was zo van. Waar komt het concept van weerwolven vandaan? Waar komt het concept van vampieren nu vandaan? Maar ook zo bijvoorbeeld over een bepaalde ramp in een mijn. Waarbij dat er, als ik me goed herinner, een bepaalde hut was ontploft. Waardoor er allemaal boormateriaal in een put was gevallen waar nog mensen in zaten. En dat je nog altijd die mensen hoort schreeuwen als je bij die put loopt of zo. Oh, gast. Ja, 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 ja. En qua, <laughs> qua serieuzere podcast um, luister ik soms wel naar Sisyphus55 of 65 op YouTube of zo. Die heeft een kanaal waarbij hij vaak video's maakt rond psychologen of inzichten van psychologen of filosofen. Ah, ja, okay. En die heeft ook een podcast. Maar dat is zo lighthearted, maar wel over speciale materie. Maar bent jij bent meer een podcaster misschien? Uh, ja, ik, ik heb het gevoel dat jij dat podcast ook meer ziet als, als toch een medium voor informatie, toch? Mm -hmm. uh, ja. Terwijl dat ik dat misschien ook meer zie als iets voor ontspanning. Mm -hmm. Dus ja, er zijn wel wat podcasts. En natuurlijk, als ik zo'n podcast... Ik... Dus ik heb podcasts geluisterd van... Wat eigenlijk nu, dat heb ik al gezegd. Mm -hmm. um, ik luister ook naar... Hoe heet het nu? Behind the Bastards of zo. Dat, dat gaat dan over geschiedenis en over ja. uh, slechte mensen en zo. Maar ik, ik probeer me niet zo te verdiepen in, in zo'n slechte... Also, het verhaal achter een slechte persoon. Omdat ik dan altijd denk van... Oké, okay, die persoon is slecht en heeft zoveel gedaan. Zoveel slechte dingen gedaan. En wel met de slachtoffers. Mm -hmm. uh, en dat vind ik altijd zo een beetje dubbel, dat dit dan, dan zo wel verder gaat in de geschiedenis, terwijl dat die slachtoffers eigenlijk ja, die zijn gewoon vroegtijdig gestorven door die, door die persoon. En, mm -hmm. en, en daar wordt eigenlijk niet superveel over nagedacht. Uh. Mm -hmm. Ja, dat snap ik wel. Oh, dus ja, zo en nee, Soms luister ik naar geschiedenispodcasts of, of, of wat dan ook. Ik zoek ze zo een, beetje, een beetje rond. En, uh... geschiedenispodcast heb ik ook één keer gedaan, ook random van op YouTube. En dat ging zo over de Rise to power van het Byzantijnse Rijk of zo. Ja, dat is interessant. was op zich wel interessant, maar dat is dan wel zoiets waar ik zo gewoon zo eens één aflevering uit heb gepikt, ook tijdens het lopen, en daar weet ik nu wel gewoon niks meer van, snap je? Dat, is, nee. dat blijft wel ja, niet ja, hangen. Dat zijn ook wel dingen waar je heel erg moet opletten, of je mist iets en je zet uh, Ja, absoluut. Kwijt. Om nog. Om helemaal af te sluiten, misschien zo het idee wat je net vertelt: van, ja, dat de, de dader eigenlijk verder gaat in de geschiedenis, maar dat slachtoffers worden vergeten door zo'n beetje die, die heel deep dive podcast into dat. Uh -huh. Hoe staat je dan tegenover die Netflix-serie van uh, die Serie van Damer? Uh, ik ga er niet kijken, denk ik. Oké, okay. respect. Based. Um, na een tijd worden zo... slachtoffers gewoon cijfers. Mm -hmm. En dat, dat vind ik een beetje erg voor, voor zo'n. De mensen die, die achterblijven, zo, familie ja. en zo. Dat, dat, ik vind dat niet heel... Ja, hoe zeg je dat? Ik snap dat natuurlijk dat die een goede serie willen maken en dat dat, dat interessant is. Ik vind het ook heel, heel interessant hoe dat mensen zo, zo slecht worden en dat hun geest werkt. Mm -hmm. Dat is ook... alleen psychologie is ook wel een van mijn interesses. Mm -hmm. Maar... Ja, je, je snapt wat ik bedoel als ik zeg dat dat, dat gewoon cijfers worden. Mm -hmm. En. en ja, dus de foute publiciteit. Ik vind, het, ik vind het niet echt heel respectvol naar de mensen die overblijven worden. Snap ik. Ik heb ook al wel eens een titel gezien. Ik heb het artikel zelf niet open geraamd gelezen, maar wel een titel gezien van. Nabestaanden van slachtoffers vinden dat Netflix echt over de schreven is gegaan en zo, bla bla bla. Ja, ik vind het ook vreemd. Je hoort ze een beetje geïdolized zo als, ja, als, als ja, seriewoordenaar. Ja. En je, je krijgt dan zo'n een, een knappe acteur die u speelt en en, en al, met zijn mensen van oh Jeffy Dahmer en zo ja oké okay, maar die Allee, de slachtoffers de, de familie van die slachtoffers le die leven nog steeds en, en, en die vinden dat niet zo'n knappe gast allee, dat, dat, <laughs> dat die, ja ik vind, ik vind dat heel erg, eigenlijk uh, ja, maar, ja. er is zo één bepaald woord wat dat ik zoek en het is zo ik denk niet dat het gedesensitiseerd is of is het dan wel dat je zo gewoon zo het precies ah, ja. zo wat gewend wordt, zo van, ah ja, gruwelijke daden, oké, okay, welke... Ja, dat gaat ook gevoelig worden. Ja, man. ja, zo van, ah, oké, okay, welke cd naar reeks gaan we nu kijken? Ja, ja, absoluut. Dat, dat is ook wel deels te maken met gewoon, ja, de media in het algemeen, hè, want... Ja, absoluut. Absoluut. Toen, toen ik aan het luisteren was aan die podcast Behind the Bastards, ging het dan over een bepaalde Duitser, de, de slechtste... Allee. The Worst Nazi Ever... Na Nazi Ever? Nazi? Mm -hmm. ik, heb het dat is, ja, ik weet zijn naam nu, die van de slechte was niet. Dus hij heet Oscar Dillwanger. En, en het ging over het feit dat in de Eerste Wereldoorlog er zo'n verschrikkelijke dingen zijn gebeurd, dat die mensen PTSD hebben. Echt, uh, ja, van, van die beelden. Maar dus, die mensen konden zich dan niet inbeelden gewoon, die hadden op voorhand geen idee hoe dat eruit kon zien, zo van, van die gore, echt compleet... Slachtvelden, uh, slachtvelden. En, en, en als zoveel dood rondom hen. Mm -hmm. Mm -hmm. En ik, ik denk dat de mensen tegenwoordig een veel beter idee hebben van hoe zo'n dingen eruit zien. True. En misschien een iets te realistisch beeld True. van hoe zo'n dingen eruitzien. zien. De, je, je moet niet lang zoeken op het internet om een video te vinden van, van IS die iemand in een kooi verbrandt. Ja. Uh, en dat zijn dingen die je die, die tekenen, u, maar uh, allez, die tekenden u vroeger en nu. Uh, is, ja, is het precies. Dat, dat, dat is maar gewoon iets everyday, bro. Zo. Ja, exact. En dat, dat vind ik soms een beetje erg. Je er dat je staat, man. Nee, dat is, ik weet niet of je daar tegenover staat. Nee, ik denk dat dat een heel, heel goede redenering is van u, die heel veel steek houdt. Inderdaad, dat, dat het algemeen gewoon met de digitalisering van alles en sociale media en zo, dat zo van die gruwelijke beelden gewoon zo gemakkelijk verspreid worden. Je denk dan ook aan terroristische aanslagen. En zo alleen binnen de 10 mm -hmm. minuten staat er op Twitter een filmpje van iemand zijn arm die ergens ligt of dit of dat. En ja, dat, dat zijn dingen die je normaal vroeger nooit zagen. Nee, exact. Uh, ja, en die hopelijk veel mensen nu nog altijd niet moeten zien. Maar ja. het is vaker en vaker. Hè? Ja. 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 Oké, okay, maar we zullen, we zullen daar wel stoppen om ja, te ja, we zullen daarover stoppen en als jij het goed vindt, stel ik ook voor dat we er in het algemeen mee ophouden. Wil je misschien nog eens, eens, eens vertellen wat je deze week hebt gedaan ofzo? Oké, of, uh... oh, oké. Okay, okay. Let's make it, it personal, let's go. Nee, nee maar gewoon nog, nog een kleine, kleine afsluiting voor mensen die tot hier zijn geraakt. Die zijn misschien wel niet geïnteresseerd in wat dat wij doen voor de rest. Graag, heel graag. Um, ik ga op zaterdag beginnen, because I'm cool mm -hmm. like that. Zaterdag ben ik thuis spaghetti gaan eten met mijn vriendin. Uh, okay. In de avond gaan squashen met mijn goede vriend Stef. Uh, dat was ik, dat was ik. Nieuwe grip rond de squash geldt. gehad, was heel fijn. Dat, dat demperde de schok op mijn handen echt. Dus ik kon echt zo best werkmoed gaan, had ik de indruk. Uh, zondag, heel leuk ook, Ze we gaan bowlen in Herschot. Normaal gaan we altijd hier in Leuven bowlen, waar de banen echt wel niet zo optimaal geolied zijn. Maar in Herschot was het echt wel verzorgd, waardoor ik ook mijn beste spel ooit heb gespeeld, uh, 179 dat dat wel een heel respectabel score is al. Zeggen je niet uh, dat dat uh, Simons een beste uh, ding was? Inderdaad en ik heb dat nu uh, geëvenaard gewoon, het, omdat, de, omdat de, de bowlingbaan daar zoveel beter het aan mijn technieken en mijn niets was. Uh, dan maandag hebben we dan jammer genoeg onze hond moeten opgeven, een van onze twee honden, uh, oh. die had uh, botkanker gekregen en we hebben de beslissing genomen. Alleen mama heeft eigenlijk de beslissing genomen om haar in slaap te laten doen, omdat het nu nog zo waardig Was en zo was ze nog wel bij, mm -hmm. en zo, maar ze kon dan niet meer te goed wandelen en om er nog van veel pijn te besparen. En dan voor de rest van de week heb ik tot nu toe eigenlijk gewoon heel veel filmpjes gerecord, een beetje gelopen en wat gechilled. Oké, okay. hoe, hoe zit nou, al, 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 dat? Al, als oké, okay mee. Uh... Ja, ja, Allee, daar... heeft het sowieso wel moeilijk mee. Ze sturen daar straks ook bijvoorbeeld al een bericht naar mij en een trigger warning, very sad. maar ze sturen daar straks zo'n bericht naar mij van: Het is toch raar om naar beneden te komen. Ik mis de diepe zucht van: laat mij toch slapen als ik over haar hoofdje wreef of zo. En oh. ik was van: bro, shut the fuck up, don't do this to me. Ja, dat. dat... Oh. Maar ze hebben vandaag de, de urne teruggebracht. En ook een klein potje met wat haar in van de hond, denk ik. En dat is wel wat, misschien een klein beetje creepy, maar dat is wel fijn om dat zo. Niet haar ja, ergens onder je. de grond te moeten begraven, ver weg, maar haar echt heel dicht bij ons in de living gewoon te kunnen laten staan. Ja, dat is heel, heel lief, vind ik. Dus op zich komt het goed. Komt wel goed. Sowieso. Ik, ik denk dat jullie heel... Allee, dat jullie heel trots mogen zijn op wat jullie gedaan hebben voor... Uh, ik, ik ga de naam butcheren, maar het <laughs> Pimienta toch, hè? Ja, Pimienta, zeker. Oké. Okay. Uh, ja, want ze kwam natuurlijk uit, uit Spanje ofzo, of zo? Ja, Spanje. En, en, en ik denk dat ze heel tevreden was met, met de laatste jaren van haar leven. Dat denk ik ook. Maar ik alsof... denk dat ze zeker mocht uh, trots op haar zijn. Ik denk dat ze zich goed heeft geamuseerd bij ons en goed haar... Um... Zich heeft kunnen zelf actualiseren. Zoals de Maslow zou zeggen. Ja, het ja. zag er altijd heel gelukkig uit. Toen ik laag was dus... Absoluut. Let's go. En hoe uh, zag je, uh, je, je week eruit sinds zaterdag? Vrijdag hebben we natuurlijk samen gefitness Daar heb je het al over gehad. Dat was heel leuk. Maar vanaf zaterdag, wat heb je nog gedaan? Uh, ik ging echt nog iets vragen. Aan nu. Voordat je de table stunt. Het over het bowlen. Ja. Um, is er een, een vaste manier om een baan te oliën? Nee. Een industry standard? Nee. Er zijn heel veel verschillende patronen van olie die daar ook mm -hmm. uh, vernoemd zijn naar dieren vaak. Okay. En voor amateurbowlers heeft dat echt niet veel verschil aangezien dat wij altijd recht op recht smijten, omdat wij nu helemaal niet de equipment hebben om ballen met hoeks te smijten, dus dat die echt zo draaien en ineens naar een andere kant rollen, snap je? Mm -hmm, nee. Daar heb je echt de pro-ballen voor nodig, want die hebben binnenin speciale gedecentraliseerde gewichten die je bal in een bepaalde axis laat draaien. Mm -hmm. Maar um, er zijn gewoon verschillende machines om dat te olieën. En ik denk dat die in Leuven gewoon een beetje meer ouderwets gaat zijn, want die in Herschot zag er echt wel heel professioneel uit. Dat is een soort van printer eigenlijk, die dat zo over de bowlingbaan gaat en zo op bepaalde van de planken bepaalde hoeveelheden olie laat vallen, zo zeg maar. Oké. Okay. Dat vond ik me af. dat ja, leuk. Uh... En als, als er competities zijn, want dat wordt ook gedaan: competitiebowlen. Mm -hmm. um, zijn er dan bijvoorbeeld, uh, hoe zeg je dat, zo, zo, uh, wordt er dan beslist waar ze gaan bowlen? Omdat om bepaalde uh, teams misschien een betere voeling hebben met een bepaald soort uh, oliespray uh, of olieprint, uh, dingen? Ik denk inderdaad dat dat wel een beetje een soort voordeel kan zijn als de bowling competition doorgaat in de plaats waar jij altijd oefent. Ja, in de home uh, Ik weet niet of dat er echt bepaalde regels zijn van. Oké, okay, er wordt bij elke wedstrijd dit patroon gebruikt of zo. Maar ik weet wel dat die bowlers op voorhand het patroon kunnen opvragen dat er die draag gaat liggen. En op basis daarvan hun ballen selecteren en hun techniek wat kunnen aanpassen en zo. Oké. Okay. Oké, okay, dat, uh, dat wist ik niet. Ik, want ik dacht direct aan zo. op e-sports, uh, op, e op professioneel niveau, uh, game, I guess. Mm -hmm. Als je twee CSGO teams hebben, uh, hebt die tegen elkaar spelen, dan. Dan wordt er ook beslist van oké, okay, wij bijna deze map. Hè? Wij zeggen we willen deze map niet spelen, oké, okay. wij willen deze map niet spelen. En dan uh, misschien is dat dan ook zo met, met bowlen en zo van oké, okay, wij willen niet in die keet gaan spelen en wij willen niet daar gaan spelen. En dan mm. komt je uiteindelijk tot de conclusie, maar ik weet niet hoeveel, ja, hoeveel waren er wacht. Ik, ik, ik snap zeker wat je wilt zeggen en er zit iets in ze, maar um, oliepatroon heeft uiteindelijk niet superveel impact op hoe dat er gesmeten wordt. Ja. Wat dan veel meer impact heeft, is de bal en de, de ruwheid van de bal. Dus hoeveel contact dat hij maakt met het oppervlakte op van, op van de baan, Dat is de meest invloedrijke factor op hoe goed er gesmeten wordt of niet. En dat ligt binnen iedereen zijn eigen controle, want iedereen kan zijn eigen bal meebrengen natuurlijk. Oké. Okay. Oké, okay, maar je jij, jij gooit ook wel beter, of ja, je had ook betere resultaten in, uh, bij u, in je thuisstad uh, in vergelijking met Leuven eigenlijk. Ja, inderdaad, veel beter, ook, echt wel. Ja. 100%. oké, okay. uh, Wat ik gedaan heb in het weekend uh, zaterdag ook gaan squashen. Let's go niet superveel gedaan op, op zaterdag, denk ik. Nee, het was een redelijk rustige dag. Uh, mails ontvangen van, uh, van bedrijven die zijn van uh, hey, komen jullie niet naar onze evenementen. En dat is uh, op zich heel, uh, heel interessant, natuurlijk. Ik ga zeker eens moeten gaan. Um... Ik weet niet als het denk dat dan als staf. De podcast gaat luisteren, maar als je toekomstige werkgever dit misschien ooit hoort. Wat dan? Ja, uh, dat je het heel interessant vindt, de mails die ze sturen, en dat je graag bij een bedrijf langs gaat. Dat zeg ik toch? <laughs> ja, dat is waar. Die sturen van die nee. fucking mails over hun. Nee, nee, maar. Jij, of zo? Dat, dat, zijn, dat zijn veel, veel bedrijven die, die. mails sturen en. en ze, je, je merkt dat, ja. De, ik snap natuurlijk dat het heel copy-paste is. Mm -hmm. En sommige, mensen steken, sommige bedrijven steken er meer zorgen naar anderen. Ja, ja, snap ik. Dan merk je dat dan ook. En die mensen kun je eruit filteren. En bepaalde interesses... Uh, want ja, je, hebt, je hebt bijvoorbeeld een bedrijf dat dingen naar mij stuurt waar... Allee, ik heb daarmee gesproken op de jobbeurs. En eigenlijk... Alignen um, die hun interesses, of ja, die hun vakgebied eigenlijk totaal niet met wat ik wil doen later. Mm, mm, en toch sturen die een mail naar mij. En dat vind ik dan zo'n beetje... Ja, snap ik. Uh, maar er zijn genoeg, genoeg interessante bedrijven natuurlijk die, die dingen sturen. Maar okay. dan moet ik ja, naar, de, naar die evenementen gaan. En, en ik, ik ken mezelf, ik ben eerder uh, introvert. Uh, ik blijf liever thuis of zo. Mm -hmm. Maar ja, ik ga toch moeten doen met ja. Ja, ik guess. Maar goh, denk je, je kunt je ook op een bepaalde manier gedragen op die evenementen. Hè? Je kunt je een beetje terug achter, achterhouden. Je kunt enkel praten als er tegen u gepraat wordt. Dat maakt misschien niet de meest extravagante indruk of zo. Maar je bent er wel nog altijd en mensen kennen u en zien uw naam. Ja, ja, dat denk ik ook. Zou wel goed komen. Um, oh, zondag ben ik gaan, gaan poelen met mijn pa. Wie is, je is je er gewonnen? Uh, ik heb één keer gewonnen. En mijn pa alle andere keren. Oeh. Dus, oeh. dus ik zou zeggen dat ik gewonnen heb. Ja, dat zou ik ook zeggen. <laughs> nee, het was genant, Het was echt heel genant. Ik was echt ook even aan het missen, dus dan was hij zo gefrustreerd van en dan. Oh, <laughs> Uh, wat heb ik nog gedaan zondag? Ja, ik, ga, ik ga sowieso in het weekend elke dag wandelen met ons maar, ja. Ik ga elke dag wandelen met ons maar, maar in het weekend ga ik in de namiddag wandelen. Yeah. Uh, gisteren maandag ben ik iets gaan eten met uh, de biekes. wat vraag ik me wel nog af, wat heb je ge uiteindelijk genomen? Ik heb een pizza uit Mama Mia gepakt. Dat oh. <laughs> ja. mm -hmm. was wel de moeite. Uh, het is een goede pizza. Dat is een goede pizza. Okay. Ik, soms denk ik van misschien ga ik pasta moeten pakken, want pasta mm. is ook wel goed. Mm. Uh, maar toch zeker de moeite. Uh, dus ja, eigenlijk was het plan om, om vandaag om uh, gisteren de podcast op te nemen, maar dan uh, was ik echt vergeten dat ik iets te doen had al. <laughs> en dat stond al langer vast. Dus dan, dan moest ik helaas. Uh, dus nogmaals, mijn excuses daarvoor. Maar, ja. wow. Mijn excuses is dat ik uh, u anderhalve week of zo op laten wachten op de MP3, waar de podcast nooit op Spotify <laughs> terecht is gekomen, dus ik denk dat we iets staan eigenlijk. Hè. Ja. Ja, dat is fijn, dat is fijn. Zet er nu wel op, uh, trouwens, voor de mensen die. Misschien. Go, misschien. Ja. Denk je twee weer op Spotify aan het luisteren, dan is het niet zo heel nieuw voor mij. Op zich voor podcasts luisteren is YouTube niet het optimale platform ook niet. Uh, nee, ja. Ja, op zich, ja. Als je... Soms was het de tiende podcast die we deden, of was dat, was dat de tiende? Dat was mijn Facecam. En dan is dat wel toegevoegde waarde soms. Tenzij, tenzij <laughs> dat je, je onze gezichten ons... <laughs> hebt. Oh <laughs> ja, ja, dan gaan die graag naar ons kijken. Maar... <laughs> dat is je recht. Yeah. Uh, maar ja. Als de facecam terugkomt, zal ik me wel scheren. Beloofd. <laughs> uh, ja, misschien is het nog wel eens een idee van de twintigste e of zo, maar Dan moeten we <laughs> nog wel een eind gaan. De elfde aflevering al, dat is wel gek, hè? Ja, dit, is, dit is 12, toch? Ja, ja. Let's go. Dit is inderdaad 12. Let's fucking the dat is de dubbele van zes. In <laughs> april 2020. <laughs> toen, uh... waren we, toen waren we 16. Wat? Toen waren we 16 jaar oud. Wat? Toen wij... Ja, wat <laughs> hoor. <laughs> nee, niet waar. Wie uh, gaat me door? <laughs> Betrapt. Ja, sorry, maar ik vertelde dat gewoon vanuit mijn verhaal. Want elke persoon vertelt het en ik zeg, zijn eigen verhaal. Snap je? Ik kut mijn eigen corners, ik breng mijn eigen nuances Jesus aan. <laughs> Een paar jaar meer of minder, hoe kerst toch? Oké, okay, we moeten afronden, broer. Oké. Okay. Uh, nee, tenzij dat jij vandaag nog iets hebt gedaan, wat je ook wilt vertellen, want die dag hebben we nog nee, niet Nee, ik geld. heb vandaag echt heel weinig gedaan. Mm, het, was, okay. uh, het was een hele rustige dag. Ik heb ook heel weinig les. En ik had geen zin om aan mijn thesis te werken, dus dan was mm. het gewoon heel weinig doen. Ik heb, uh, om even gewoon heel onbeleefd te zijn en terug op mijn verhaal te komen, want ik ben de nee, main character. Ik hoor ik heb, het graag. Ik heb zondag uit The Great Gatsby gekeken voor de eerste keer. Oeh, de eerste keer? Ja. Uh, ja, Goede film. Ja, ik heb halverwege wel de switch moeten maken van oké, okay, ik moet stoppen met te proberen achter alles een logisch en chronologisch verband te zoeken en gewoon <laughs> proberen te genieten van de film zelf. En dat ja. heeft wel geholpen. Ja. Is het, bo het boek ooit gelezen? Uh, nee, maar ik wil het wel heel graag eens lezen. Ik heb het, als je het wilt lezen. Let's go, leen maar uit hoor. Fun fact, het uh, boek was eigenlijk brak en niemand wou dat boek. En Fitzgerald is al gestorven. Maar dan tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben ze dat boek gratis aan keiveel soldaten gegeven. Waardoor dat, dat toen super populair is geworden. En dat ook zo literaire experts daar zijn in onderzoek beginnen doen. En toen is dat een heel bekend boek geworden. <laughs> dat is kut. Ja, een beetje wel. Dat is wel een beetje jammer ja, als je dan zo. Ja. <laughs> daar. Oké, okay. Wie doet de outro vandaag, Stef? Aan u de eer. Oké, oké, oké. Ladies and gentlemen. Hartelijk bedankt om er terug bij te zijn vandaag in deze twaalfde aflevering over de eerste drie afleveringen van het inzicht. Ik weet niet hoe dat jij dat ziet, Stef, of dat dat in de toekomst iets is wat dat terug kan komen over volgende afleveringen van het inzicht of van een andere podcast dat we terug zoiets meta doen. Absoluut. Let's go vond het ook wel aangenaam dit. Het is ook handig als iemand anders gewoon interessante onderwerpen voorziet en jij gewoon kunt raaskalken natuurlijk. Maar, <laughs> uh. dat, dat is basically wat een podcast is eigenlijk. Eigenlijk <laughs> wel. Ja, eigenlijk wel. In ieder geval allemaal super hard bedankt. Jij ook natuurlijk super hard bedankt Stef. Jij bedankt. Waar, oh, broer? Uh, en tot de volgende keer. Yo.